Zo, goedenavond allemaal. Welkom, ontzettend fijn dat u hier allemaal bent. Mijn naam is Iante Mosselman, ik ben programmamaker hier in de Bali. En dit programma heet Soms wil ik een kind, naar aanleiding van het gelijknamige boek van Jantine Jongebloed. Welkom. En we praten vanavond over twee onderwerpen die centraal staan in het boek. Of althans, we praten eigenlijk naar twee onderwerpen naar aanleiding van het boek. En het eerste is het beeld over moederschap en niet-moederschap in onze samenleving. En het tweede is het schrijven daarover. En dat doen we met Jantine, die hier al aan tafel zit. En met Lotte Houwink. Nee. Sorry, ik wist gewoon. Ik heb vandaag echt dit 3 keer lopen oefenen. En ik wist dat ik het fout ging doen. Met Floor Houwink ten Kate, Mensje van Keulen en Lisbeth Smit. Ook heel fijn dat jullie er zijn. Jantine, ik ga jou kort voorstellen. En dan ga jij iets voorlezen. En dan praten we verder. Yes. Jantine Jongebloed werkt als freelancejournalist voor onder meer de Volkskrant. En haar onderzoek en essay Wie zette mijn naaktfoto's online in Volkskrant Magazine deed veel stof opwaaien en werd genomineerd voor de Loop. En in november 2021 debuteerde ze met het gelijknamige boek, waarna ze werd bekroond met de Beb Slechteprijs en de Seks en Mediaprijs en de Gouden Freelancer Award. En Soms wil ik een kind is jouw literaire debuut. En je gaat er nu iets uit voorlezen. Ja. Yeah. Natuurlijk ben ik opgegroeid met het idee dat het ervan zou komen. Al mijn hele leven is het in mijn beleving normaal om nageslacht te willen en nageslacht te maken. In de zomervakantie tussen groep 8 en de middelbare, vlak voor er zo'n 375 ijsprongen begonnen, heb ik met mijn buurmeisje op de kinderboerderij meermaals vlijtig 2 onwillige konijnen op elkaar geduwd in de hoop op kleine konijnenbaby's. Na 6 zinderende weken noeste arbeid kwamen we erachter dat het om 2 mannetjes ging. Zolang ik me kan herinneren is nageslacht het hoogste goed. Om mij heen werden continu broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes geboren. Het was een van de eerste elementaire ideeën die ik over het leven had. En het stond nog los van de vraag of ik nageslacht zou produceren. Dat de wereld om mij heen nakomelingen zou verzorgen was een aangename zekerheid. Ik ben niet al twijfelend begonnen. Ooit wilde ik een kind. Ooit was ik zwanger. Dat ging mis. En ergens daarna verloor ik mijn standvastigheid. Omdat ik niet al twijfelend wil eindigen, kan ik niet anders dan de twijfel bestuderen en begrijpen. Soms wil ik een kind, maar is soms genoeg. Dank je wel. Het boek is nu een paar weken uit. En ik was allereerst benieuwd, heb je veel reacties gehad? En wat voor reacties? Ja, best wel veel reacties. En de reactie waar ik het meest op hoopte is de reactie dat mensen het herkenbaar vinden. Dat is natuurlijk in eerste plaats waarom ik dit boek ging schrijven. Omdat ik doorhad dat ik niet de enige was die met deze vraag worstelde. Mm-hmm. En we hadden het er net al even over, grappig genoeg komen er ook wel reacties van mensen die een conclusie voor zichzelf hebben verbonden aan het boek. Terwijl ik zelf er nog helemaal niet over uit ben. Mm-hmm. Ik heb er 320 pagina's over geschreven. Maar ik heb zelf nog geen knoop doorgehakt. Maar er zijn mensen die me laten weten dat ze ofwel hebben besloten om geen kind te willen. En ook mensen die al hard bezig zijn om proberen zwanger te worden. Dus het is bijzonder dat, ja, volgens mij hoe dat werkt. Ik heb over heel veel, niet alleen over mijn eigen verhaal geschreven, maar over heel veel verhalen van allemaal andere mensen ook. Mm-hmm. En volgens mij werkt dat dan zo dat je op een gegeven moment, als je iets leest, dan voel je wel wat resoneert en wat bij jou aankomt. Mm-hmm. Ja, het is fantastisch dat mensen dan weten wat ze willen. Ja. En je loers op. Maar je zegt, ik weet het zelf nog niet. Maar ik vroeg me af, heeft het schrijven je wel iets anders gebracht? Of antwoord gegeven op bepaalde vragen? En op welke vragen dan? Ja, zeker. Ik denk, mijn belangrijkste inzicht, toen ik begon met het boek, begon ik denk ik vanuit een startpunt waarin ik heel erg bang was om een verkeerde keuze te maken. Mm-hmm. Dat ik ofwel moeder zou worden en spijt zou hebben van dat ik een kind zou hebben gekregen. Of dat ik bewust kinderloos zou blijven en op mijn 50ste zou denken, shit, ik heb hier toch niet goed genoeg over nagedacht. En eigenlijk ben ik er al schrijvende en al onderzoekende achtergekomen dat er voor mij geen ultieme keuze is. En dat is een fijn inzicht, omdat het de keuze maken daardoor iets lichter maakt. Op welke manier? Nou, omdat het voor mij betekent dat ik dus mag kiezen uit 2 gelijkwaardige opties. Mm-hmm. Ik denk dat ik zowel als ik kinderloos blijf, als moeder word,
op veel verschillende manieren een rijk en gevuld leven kan hebben. En dat vooruitzicht maakt dat ik hoe dan ook alleen maar een goede keuze kan maken. Ja. In plaats van dat er ook nog een foute keuze voor mij bestaat. En dat is eigenlijk wel een troostrijke gedachte. Ja. Ja. En daar hoort ook bij dat ik heb leren omarmen. Dat er ook momenten zullen zijn van spijt en verdriet. Mm-hmm. Of niet spijt, sorry, van verdriet. En van dat je denkt, oh, ik had ook een ander leven kunnen hebben en dat heb ik niet. Mm-hmm. En dat je daar misschien soms rouwig over bent. Maar dat het ook oké is. Dat het oké is, ja. En dat maakt het allemaal veel minder ingewikkeld. Ja. Wat ik heel mooi vind, is een van de dingen die jij doet in het boek, is dat je ook allebei die paden helemaal en in heel veel details verkent, ja, en beschrijft. Ja. Hoe was dat om dat te doen, om dat te beschrijven? Ja, nou, dat was een hele helpende oefening voor mij. Omdat het heel duidelijk maakte hoe die twee mogelijke scenario's eruit zouden kunnen zien. Dus het werd veel tastbaarder, mm-hmm, waar ik uit mocht kiezen. Dus het bracht me dichterbij zowel het verlangen naar een kind als dat het ook me dichter naar een leven zonder kind bracht en hoe dat eruit zou kunnen zien. Dus het bracht me niet dichterbij een keuze, maar het bracht me dichterbij, nou, waar ik het net over had, dat het voor mij gaat om twee gelijkwaardige opties, ja, die allebei zo zijn voor- en nadelen hebben. Dankjewel. Dit als inleiding. We gaan denk ik Lisbeth Smit. Nee, denk ik. We gaan Lisbeth Smit vragen om hier bij ons aan te schuiven. Ik ga haar kort introduceren en dan ga jij nog iets lezen. En dan gaan we echt naar het eerste onderwerp van de avond. Lisbeth Smit, kom alvast zitten hoor, graag, dat is fijn. Is schrijver, journalist en trainer. En in 2019 verscheen haar tweede boek, Echte Vrouwen Krijgen een Kind. De Stille Revolutie van de Niet-Moeder. En daarin beschrijft ze hoe het is om geen kinderen te hebben in een wereld waarin, waarin dat de maatschappelijke norm lijkt te zijn. Fijn, dank je er bent. Ja. Wanneer kreeg ik het idee dat moeder zijn ook voor mij in de lijn der verwachting lag? Wat was mijn eigen grondhouding ten aanzien van het moederschap? Er zijn vrouwen die al hun hele leven weten dat ze niemands moeder willen zijn, of al zolang ze zich kunnen herinneren twijfelen aan het ouderschap. Ik denk dat ik een leven zonder kind, tot een paar jaar geleden, gewoonweg nooit als optie heb gezien. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit eerder dan de laatste jaren een diepe wens koesterde om ongebonden, vrij en kinderloos te zijn of te blijven. Ik ben opgegroeid met één niet-moeder in mijn buurt. Dat was een tante die in mijn kinder- en puberteit wisselende en nooit heel lange liefdesrelaties had. Ze had de meeste vrienden van alle ooms en tantes samen. En mijn zusjes en ik logeerden om en om bij haar in Haarlem. En mij nam ze eens mee uit dansen in de Melkweg in Amsterdam. En zij toen dat ze zag dat alle mannen naar me keken. Ik was 13. Volgens haar flirtte ze met mij, maar achteraf denk ik dat ze zich afvroegen wat die baby daar op de dansvloer deed. Ze stond misschien wel omdat ze net als de kinderen zelf geen kinderen had, het dichtst bij ons. En daardoor hadden wij van alle vijf de tantes met haar de leukste band. Ik ben er als kind vanuit gegaan dat het ontbreken van een lange relatie met haar kinderloosheid samenhing. Dat het een gemis was en geen bewust gekozen weg. Later bleek dat helemaal niet zo zwart-wit. Ikzelf streefde het moederschap niet per se heel jong al na, voor zover ik weet. Maar het niet-moederschap kwam gewoonweg niet in me op. Moederschap was een wetmatigheid en met de afwijking van de norm was ik niet bekend. In 1967 schreef Joke Smit in haar artikel Het onbehagen bij de vrouw in het literaire tijdschrift De Gids dat vrouwen eindelijk werden losgekoppeld van de konijnen. Dankzij de uitvinding van de anticonceptiepil en de abortus hoefden we ons biologisch lot niet per se meer te aanvaarden. De keuze om wel of geen kind te krijgen werd daarmee geboren en verdringt sindsdien langzaam die dwingende oude waarde. Wie hetero-penetratieseks omarmt, omarmt het bijbehorend nageslacht. Maar hebben we de vrijheid in de subtekst ook verworven? Het krijgen van een kind is nog steeds de norm, nog steeds de feestelijke keuze. Kun je de beslissing voor geen kind ook publiekelijk vieren? Met een niet-zwanger vlog, een non-gender reveal party, een roadtrip langs familie en vrienden om de niet-reproductie groots aan te kondigen. Of, zoals mijn man suggereerde toen ik de vraag opwierp, beschuit zonder muisjes eten. Ik hoorde laatst dat een pasgeboren baby op een groots geboortefeest zou worden verwelkomd. Een programma van 4:00 's middags tot vlak voor middernacht.
met 100 gasten in een sportkantine in een buitenwijk van een grote stad. Er zou ook een DJ komen. Ik begreep niet goed of de baby er zelf bij zou zijn. Ik probeerde mijn hypocriete oordeel over het fenomeen de kop in te drukken, want het programma leek verdacht veel op mijn eigen bruiloft. Natuurlijk mag je de liefde voor een kind net zo wild en uitbundig vieren als voor een partner. En ik fantaseerde over een feest dat niet in het teken stond van dat wat komt, maar in dat wat voor eeuwig zal ontbreken. Nee, ik zeg het verkeerd, dat in het teken stond van waar ruimte voor ontstaat. Ja, dankjewel. Eigenlijk misschien beginnen met moederschap als norm in onze samenleving. Want Lisbeth, daar gaat jouw boek ook heel erg over. Ja. Misschien een stomme vraag, maar waaraan merk je dat? Of waaraan, nou ja, beter gezegd, waaraan merk je het niet? Nou, ik zou je meteen even zeggen dat ik me nog nooit zo kinderloos heb gevoeld als op dit moment. Weet je, zo van, hier ben ik dan en zo ziet het eruit. Mm-hmm. En geen kinderen en dat is een ding. Mm-hmm. Anders zat ik hier niet. Dus dat voelde ik. Terwijl je trouwens je hele mooie woorden voorlas. We leven tot mijn grote verrassing trouwens. Want daar ben ik dus gaandeweg achtergekomen toen mijn weg zo bleek te zijn dat er geen kind kwam. Dat was niet per se een bewuste keuze. Het was ook geen iets wat me is overkomen. Het zat heel erg in een grijs gebied. Mm-hmm. Waardoor het ook heel moeilijk was om me te relateren aan wat ik er in de representatie over zag. Ja. Dat is dan toch vaak de vrije, kinderloze, lekker vrije vrouw die ervoor kiest. Die gaat ook vaak reizen, die gaat een half jaar naar Bali. Dat soort dingen worden er ook beloofd, hè? Ja. Als je bewust kindvrij bent, zeg maar, dan hoort daar een feestelijk leven bij in die zin. En aan de andere kant staat dan de verdrietige vrouw die had graag gewild. Het is niet gelukt en daar hoort heel veel rouw bij. Dat daar nog een enorm gebied tussen zit, eigenlijk dus het grootste gebied, dat was mij nooit verteld. En daar hoorde dus ook meteen bij dat ik dus hele, tot mijn grote verrassing, ik dacht dat ik toch best wel een beetje belezen en onderlegd was en zo. En kennelijk had ik dat dus ook gemist, dat er dus een heel groot gebied is van de omstandigheden, van het leven zelf, van fluïde twijfelen, niet twijfelen, wel partner, geen partner, met die, nee, niet met die, dat allemaal. Dat zo groot is, dat ik daar dus in zat en dat dat heel bepalend was voor de uitkomst. Nou, dat vond ik dus vrij stressvol, want ik wist niet waar ik naar moest kijken. Ik had geen rolmodellen, er was mij niemand voorgegaan, leek het. In dat verhaal, juist dat zwart-witte beeld van ik wil mijn hele leven al moeder worden. Of nee, ik wil ze niet. Ja. Nou, en ik dacht, maar ik dan, ik heb met allebei, het bestaat absoluut, maar het was niet mijn verhaal in ieder geval. En dat vond ik erg eenzaam. En nu je eenmaal die kinderloze vrouw bent, natuurlijk helemaal niet zoals nu deze avond elke dag zo uitgelicht. Nee. Wat voor idee heb je dat mensen nu voor beeld van jou of de kinderloze vrouw in het algemeen hebben? Kleven daar bepaalde ideeën aan? Nou, het gaat me steeds beter af. Ik begin het langzaam leuk te vinden. Ik ben bijna 50. Dus dat is ook wel mooi bij kunstscheid. Dat kan. Het is niet in beton gegoten, hè? Dat ook iets wat uit verdriet begint, kan echt heel mooi worden. Dat bestaat, kan ook trouwens andersom. Het beeld is, het beeld begint nu wel te kantelen. Enerzijds omdat er meer boeken overkomen en omdat er dus meer van dit soort dingen, dat begint nu echt wel. Het heeft ook een maatschappelijke kant in deze wereld en met dit klimaat. En merk je toch ook wel dat het steeds bespreekbaarder op tafel komt. Mm-hmm. Wat als ik het niet doe? Mm-hmm. Maar waar ik toch wel heel erg voor wil pleiten, zeg maar, dat is dat bewust kiezen voor geen kinderen, dat kan. Dat is alleen een relatief kleine groep. En die ruis, die niet definieerbare twijfel, emoties, dat gevoel van ik mis de boot, welke boot precies eigenlijk? Mm-hmm. Kan iemand het me uitleggen? Wat, hoezo is het egoïstisch? Hoezo moet ik me schamen? Die hele sterke, diepe emoties die eraan worden gekoppeld. Een vrolijke, gelukkige, kinderloze vrouw is dus, ik vond jouw beschrijving zo mooi, want ik dacht, er zit ook iets onveiligs in. Want het gaat over, oh jeetje, ze is gelukkig, ze is aan het feesten. Dat horen vrouwen misschien ergens in een hele diepe traditie van christelijke traditie die we hebben in Nederland, hoort dat ook niet helemaal. Mm-hmm. Dus dat beeld van als moeder, dan ben je niet alleen gelukkig, maar je bent ook veiliggesteld. Ja. Dat. Ja. Dat hoor ik allemaal. En ik weet het inmiddels. En daar was ik niet op voorbereid. Dus het gaat beter met ons. Mm-hmm. En er staan gelukkig steeds meer vrouwen op waarvan je denkt, nou, jij bent best leuk. En dat wil ik ook best wel zijn of vertel eens, weet je wel.
Maar ja, het is toch wel, zelfs in deze tijd vind ik het nog langzaam gaan eigenlijk. Ja. En waarom denk je dat dat grijze gebied dus zo afwezig is? Of dat er dat toch zo weinig besproken wordt? Nou, het is heel lang gewoon niet zo op de radar geweest. En ik moet zeggen, het is ook nogal wat hoor. Om te zeggen, ik heb geen kinderen door omstandigheden. Want daar hangt ook weer heel veel aan vast. Mm-hmm. Want dan is het, ja, hoe kan dat nou? Heb je niet opgelet? Als je tegen een vrouw van 38 zegt, nou mij tik-tak, heb je er wel een beetje over nagedacht? Dan denk je, ja, wat denk je zelf? Die vrouw is 38, die weet dat, die is daar elke dag mee bezig waarschijnlijk. Maar er is een soort maakbaarheid rondom het krijgen van een kind. En dat als het er niet komt, omdat geen geld, geen partner, ziek geworden, partner heeft je in de steek gelaten in je vruchtbare jaren, je wilde niet alleenstaand moeder zijn, je kon adoptie niet betalen. Nou, ik zit zo'n riedel in mijn boek. Mm-hmm. Van alles wat ervoor kan zorgen zijn hele legitieme redenen waarom mensen geen kinderen krijgen. En we reduceren het in het gesprek tot, nou, doe nou maar, anders krijg je spijt. Ja. Of wil je het niet? Oh, egoïstisch. En daar moeten we het gewoon mee doen. Ja. Ja. Dat vind ik dus echt wel een onderzoek waard, weet je wel. Nou, dat gebeurt dus ook in mijn boek. Maar dat grijze gebied, ja, dat is nou juist waar het gaat wringen. In een heel goed land, ontwikkeld land als Nederland, weet je wel. Het is goed geregeld voor vrouwen. We krijgen, alles kan beter, hè? Yeah, I know, maar er is verlof en er is kinderopvang. En dat is in andere landen kan dat al. In Spanje is dat al een stuk minder, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik ben nog steeds voor dat dat beter kan, maar het kan, weet je. Dus als jij dan zegt, ja, ik weet het niet, dan is het toch een beetje van, nou, hoe is het? Ja. Ja. Herken jij dat? Wat? Als je zegt, ik weet het niet, dat mensen daar toch gek van opkijken? Of er fondsen een mening over hebben? Nee, in mijn eigen omgeving niet. En misschien heb ik nog te weinig van de kring buiten mijn eigen omgeving vragen of gesprekken gehoord. Of oordelen daarover gehoord. Maar niet als je bijvoorbeeld dan een interview geeft, dat je merkt, mensen gaan hier misschien wel, of reageren hier wel, of sluit je er ook een beetje van af? Of, want ik kan, uit persoonlijke ervaring, als ik iets zei wat enigszins negatief was over het moederschap, kreeg ik best wel snel de reactie, ja, dan had je maar geen kinderen moeten krijgen. Mm, wat volgens mij, een beetje niet dezelfde reactie is, maar ook iets wat je vaak krijgt als je het negatief bespreekt. Ja, nou, mensen hebben natuurlijk wel soms de neiging om ongevraagd advies te geven. Mm-hmm. Dus het is wel waar dat als ik iets deel over mijn twijfel, dat er zowel mensen zijn die zeggen, doe maar wel, als mensen die zeggen, nou, doe het maar niet. Mm-hmm. En dat zijn dan mensen zonder en met kinderen. Raden mensen vaak aan wat ze zelf hebben? Ja, die ervaring heb ik wel. Ja, hoewel ik heb ook wel goede vrienden die ouders zijn geworden, die mijn boek hebben gelezen, die dan nu zeggen, nou, misschien moet jij het maar niet doen. Doordat ze mij beter begrijpen en snappen wat mijn bezwaren zijn. Mag ik daar iets aan toevoegen? Ja, want wat ik zo. Die reacties van mensen, hè? Van doe maar wel of doe maar niet, dat is maar één deel van het hele verhaal. Want wat erbij komt zijn reclames. Wat erbij komt is de stereotypering in films, in series. Mm-hmm. Is heel heftig. Als je het allemaal achter elkaar gaat zitten, hè? Het is op zich niet zo erg. Wat er op Instagram kan gebeuren. Dat kan ook maken dat je het gevoel krijgt dat er iets niet in balans is of zo. Dat je ergens aan het afwijken bent, maar je weet niet precies waarin dan. En dat wordt ook niet per se gezegd. Dus het is heel subtiel eigenlijk. Mm-hmm. Het was nooit bij mij één opmerking of het was nooit één goede raad. Het was toen ik terug ging kijken, want ik heb mijn boek geschreven toen ik echt er doorheen was, zeg maar, dat ik zag, het is allemaal met elkaar verbonden, weet je. Het was dat die ene film en het waren al die opmerkingen. En dan ineens valt dat in elkaar. Het is de samenleving die iets verwacht, kennelijk. En niet alleen maar je moet dan wel dat gaan zien, zodat je in ieder geval een tweede verhaal ernaast kan gaan leggen, denk ik. Ja. Het is ook, zei in dat stuk wat ik net voorlas, ik had als kind maar één vrouw in mijn omgeving die geen kinderen had. En dat was iemand waarvan ik invulde dat dat niet de bedoeling was. Maar dingen worden pas normaal als je inderdaad rolmodellen om je heen hebt en je kunt spiegelen en voorbeelden hebt van hoe een leven zonder kinderen er ook
uit kan zien. En dat dat niet of een soort feestende kunstenaar is... of een zielige vrouw die doodgewone vrouw wakker wordt. En het is 1 op de 5. Ja. En het groeit niet en het daalt ook niet. Ieder jaar staat er weer een stuk in de krant. Steeds meer kinderloze vrouwen. Dat is niet zo. Het is hartstikke stabiel. Maar het is wel een hele grote groep. Dan denk ik, hoe kan dat? Hè? Dat is interessant om daarover na te denken. Van waar zijn ze dan? Waarin? Kom aan. Ja, nu ken ik ze. Mm-hmm. Want ze zijn in grote getalen gekomen. Maar dat was daarvoor toch niet. Nou, en nu eigenlijk nog steeds niet. Want ze komen naar mij toe. Maar dat is nog iets anders dan dat je zeg maar, weet je wel, dat gaat laten zien. Echt als groep. Voor zover dat zou kunnen hoor. Ik zit niet op te roepen tot een soort beweging. Zo bedoel ik, dat is het ook helemaal niet. Maar het is wel verrassend, denk ik. Dat het inderdaad zo blijft bij die ene hele leuke tante. En ik ben dus zo'n tante. Ik ben net bij mijn neefjes nichtjes geweest. Ik ben die tante inderdaad. Ik dacht, oh, betrapt. Ik ben een soort van op hun level. Ja. Dat is mooi ook trouwens, van geen kinderen krijgen. Er zitten echt mooie voordelen aan. En een ervan is, iemand zou ooit tegen mij... Oh, Lisbeth, ja, maar vrouwen zonder kinderen... die blijven altijd een beetje meisje. Dan dacht ik, nou, vind ik, weet niet helemaal... maar dit klinkt jong en leuk, dus doe maar. Die neem ik, ja, precies. Ja. Jij schrijft ergens in het eerste hoofdstuk van je boek... dat met de kennis van nu weet ik dat geen kinderen krijgen... voor een vrouw net zo'n ingrijpende gebeurtenis is... als wel moeder worden. Ja, volgens mij schrijf ik levensbepalend, niet ingrijpend. Ah. Maar, want deze zin wordt altijd aangehaald eigenlijk. Altijd verkeerd. Nee, ik ken hem. Ah. Dus volgens mij is levensbepalend, maar maakt niet uit. Sorry. Want ingrijpend, dat is... Nou ja, wat wou je erover vragen trouwens over die zin? Sorry. Wat het zo... ik wil dus vragen wat het zo ingrijpend is. Maar als dat het verkeerde woord is, dan hebben we daar weinig aan. Maar misschien kan ik het toch wel vragen. Nou, vooral op het gebied van kiezen ben ik er benieuwd naar. Het is niet altijd een keuze. Nee. Maar het is een gebeurtenis in je leven die zorgt dat je een bepaalde route ingaat. Uh-huh. En als jij kinderen krijgt, dan is dat de route van het ouderschap. Deels. Je gaat ook meer dingen doen op die weg, maar dit is een onderdeel ervan. En als jij geen kinderen krijgt, dan komt daar een moment dat je daar je dat realiseert. Dat dus hoe dan ook definitief is, dat uh-huh. zo gaat zijn. Dat je dat. Die weg gaat onderzoeken, moet onderzoeken, wil onderzoeken... of misschien pas veel later. En dat een daadwerkelijk een ander soort weg is... dan dat wat de meeste vrouwen en ook mannen om je heen doen. Dat wezenlijk anders is. Alleen in praktische zin, maar waarschijnlijk ook wel in mijn geval... zeker in emotionele zin, in financiële zin, in sociale zin... Mm-hmm. Eigenlijk in ieder opzicht, verzin het maar. En dat hoort erbij. En dat betekent niet dat je vol continu geen kinderen hebt. Het is een onderdeel van mijn identiteit. Het is echt een onderdeel. De rest is er ook. Maar je gaat het wel merken. En dat zit in tijd en geld in heel veel dingen. Mm-hmm. En ook gewoon in melancholie af en toe. Ik hoorde jou dat net zeggen. Ik dacht, het is niet in beton gegoten. Soms heb je gevoelens die daar echt bij horen. Die heel, heel... of zeg je dat, heel tekenend zijn voor het niet hebben van een kind. Ik ben 1 keer verdwaald geraakt in de Sinterklaasoptocht. En ik was onvoorbereid en ik had niet zo'n goede dag. En ik had daar een verdriet. Terwijl ik vind zelf dat ik uiteindelijk er wel voor gekozen heb... binnen de omstandigheden, maar dat staat in mijn boek. Maar ik voelde daar toch een verdriet. Dat ik dacht, hoe leg ik dit nou uit? Wat er nu gebeurt? Het zijn hele specifieke... emoties, ook hele specifieke voordelen. Dat je denkt, zo, maar dit heb ik wel, weet je wel. Op vakantie in het voorseizoen, ik noem maar even iets heel simpels. Maar het hoort er echt bij. Ja. Dat is een heel specifieke ervaring. Mm-hmm. Die niet dus in al die blogs en bladen. Want we hebben dus inderdaad geen... wat zei je nou net? Vond ik heel grappig, een non-baby shower. Oh ja, non-gender reveal. Non-gender reveal. En wat ik daar dan heel mooi aan vind, dat is... Eigenlijk wat ik heel inspirerend vond aan wat jij zei. Ik dacht, dat is interessant. Hè? Als we over het niet-moederschap gaan praten. Het hele woord niet-moeder. Ik heb het soort van geïntroduceerd. Mm-hmm. Het is niet ideaal. Want het niet-leven hebben van kinderen... heeft dus niets te maken met het moederschap. Dus we koppelen dat aan elkaar. Hè? Mm-hmm. Dus dan komt er een non-gender reveal. Maar waarom kan je niet gewoon een feestje geven... omdat het leven heel erg tof is? Mm-hmm. Dus dan gaan we er toch ergens een soort van... nog die vrouwelijke rol, die vruchtbaarheidsrol... die komt er dan weer in. Of de baby. Ja, er is geen baby. En maar dat is dus eigenlijk... al helemaal niet meer nodig. Je bent gewoon... je geeft een feestje. Of je gaat met vrienden. Dat, hè? Dus dat zit zo erin gebakken.
Ja, het gaat dan gauw over het gemis, hè? Zeker. Over wat er niet is. Ja. Ja. En je zei net over die Sinterklaasoptocht en dat er dan ook al, ben jij nu oké met geen kinderen hebben, dat er dan toch zo'n moment van verdriet is. Ik denk dat dat andersom er ook is bij vrouwen die kinderen hebben. Er was een vrouw die mijn boek las, zij is moeder, en zij zei, pas voor het eerst stond ik erbij stil hoe mijn leven had kunnen zijn als ik ervoor had gekozen om geen kinderen te krijgen. Mm. En dat ervaarde zij als pijnlijk. Dus andersom geldt het natuurlijk ook. Ik denk dat mijn hele boek ontstond bij het idee, ik ben het aan mijzelf en mijn eventuele toekomstige kind verplicht om hier goed over na te denken en goed over te voelen. Het is natuurlijk niet alleen maar een soort rationeel proces, helemaal niet. Mm-hmm. En ja, weet je wat het is? Ik heb een gedicht aangehaald in mijn boek over die tweede weg. Het is niet per se een mooi gedicht of zo, wat ik vind, maar dat gaat dus over de weg die je niet loopt. En dat is in ieder leven zo. Mm-hmm. Er is altijd iets wat je niet doet. En wat mij heel erg helpt, is om die alternatieve levens een soort van in te vullen. Weet je wel, van hoe ziet het eruit? Dat doe jij ook in je boek. Vond ik erg leuk. Dus nou, kleed maar aan, geef ze maar namen, doe er maar wat mee. En maak er een soort, het kan therapeutisch zijn en tijdelijk troosten. Maar ik vind het soms ook wel mooi om dan dat echt aan te kijken van, hoe ziet het er dan uit? Het is er niet. Maar dan heb ik het in ieder geval, dan wordt het geen zwarte blinde vlek die ergens soort van over mijn schouder heen stormt is. Dan heeft het een naam, dan heeft het een gezicht. En dat heeft mij heel erg, kijk het maar beter, liever er maar aan. Mm-hmm. Want we hebben allemaal dingen in ons leven die alternatieve routes die niet gelopen zijn. En dit is dan wel een hele levensbepalende alternatieve route. Omdat, ja, voor vrouwen, het is zo definitief, hè? Mm-hmm. Ja. Ja. Ik denk zeker als je als het gaat over maakbaarheid en je hebt een kinderwens, dat het best wel een goede oefening is om na te denken over hoe zou ik mijn leven willen leven als het niet lukt. Want je kan, het kan best dat ik uiteindelijk ervoor kies om moeder te willen worden, maar we moeten nog maar zien of dat dan lukt. Dus ik denk dat het best wel fijn is om na te denken over wat als dat niet lukt. Mm-hmm. Wat kan ik dan met mijn leven doen waar ik voldoening uit haal? Yeah. Ja. Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Want op de achterflap van mijn boek staat Lisbeth Smit, dit en dat. Zo, dit is de boek. En dat staat er dan net iets beter beschreven allemaal natuurlijk. En dan de laatste zin is, en ze laat zien hoe je als vrouw zonder kinderen wel degelijk een leuk leven kan leiden. En we hebben daar heel lang over gepraat, over die zin. Over dat woord. Ja, nou, over die hele zin. Mm-hmm. Jij bent het niet met die zin eens. Nou ja, wel en niet. Ja, eigenlijk is het best wel erg dat dat er moet staan. Ja. Want alsof dat was, alsof dat we dat, of we, nou, er is geen we dus. Nee, maar. Dat natuurlijk. Dus, ja. Maar we zijn er daar dus nog niet. Het is wat jij net zei. Het is verdriet of het is schuld en schaamte. Ja. Dat zit hartstikke diep. En ergens, weet je, ik ben echt wel met open armen ontvangen hoor. Dus, en heel echt vriendelijk. En ook hele mooie reacties gehad. Maar er zit toch ergens ook een laag van ongeloof. Altijd. Je voelt hem. Het is niet zo dat mensen voor je gaan staan en zeggen, nou, we gaan eens even praten. Ik vind er van alles van. Zo gaat dat niet. En er is een onderstroom. En die ga je voelen. Mm-hmm. En dat gaat ook echt wel een beetje over, weet je het zeker? Oh jeetje, straks word je ongelukkig. Doe nou maar wel spijt. Altijd maar die spijtkaart. Heel verrassend eigenlijk. Het gesprek heeft gedomineerd eigenlijk. Mm-hmm. Snap je wat ik... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ook omdat ik mezelf er ook wel eens op betrapt heb bij iemand. En ik denk eigenlijk heel veel mensen wel. Terwijl je soms toch ook wel rationeel kan zeggen, maar ik weet echt heel goed dat er mensen zijn die geen kinderen krijgen en geen kinderen willen. Yeah. Dat weet ik. Yeah. En toch kan je soms schrikken, denk ik, van je eigen gedachten. Maar dat hebben jullie misschien zelf ook wel. Ja, zeker. Ik heb mezelf redelijk vaak betrapt op de gedachte, oh, maar uiteindelijk wil ze heus wel. Het ging over andere vrouwen, hè? Mm-hmm. Nou, ik dus zelf ook twijfel, kon ik zelfs over andere vrouwen denken, oh, maar zij... uiteindelijk gaat zij ook ervoor kiezen. Ja, vreselijk. Ja. Dat zit zo erin gestampt. Ja, of dat je een vriendin hebt en dan heb je allebei geen kinderen. Dan heb je een soort van kongsie-achtig, een beetje een bondje en dan wordt ze zwanger. Ja. En dan is ze van, ik ben er kwijt. Ja. Dat soort... Dat heel is, dat beschrijf jij ook heel mooi, vind ik. Als je zelfs een beetje boos bent, omdat je denkt, jij zat toch in mijn club. Ja, ja. Ja, zeker.
ja, daar kon ik me dan wel door verraden voelen. Ja. En verraden klinkt als een heel groot woord, maar dat, ja, dat was denk ik zeker wel. Ik dacht, oh, wij waren samen aan het twijfelen. En nu ben jij toch zwanger. Ja. Domme. Ja. En waar zit die dat verraad of die woede dan in? Nou, je wil natuurlijk gewoon een club vormen, altijd, als mens. Je wil je omgeven met gelijkgestemden. Dat is waar, denk ik, je vrienden überhaupt op uitzoekt. Mm-hmm. Behalve dat je natuurlijk ook vriendschappen hebt waarin mensen juist anders denken en je verrijken. Het is ook fijn om gewoon soortgenoten om je heen te verzamelen. En ja, ik heb toch het idee, ik weet niet of dat waar is hoor, maar het idee bestaat wel dat mensen met en zonder kinderen een beetje aan het clusteren slaan en twee aparte groepen worden. Yeah. En ik hang daar dan in mijn twijfelkamp zo tussenin. Ja, dan is het wel, kan het als verraad voelen als iemand overstapt naar het andere kamp. Ja. Ja, mag ik daar iets aan toevoegen? Want dat met die kampen en zo, hè, dat is wat daar ook een beetje uit kan volgen, is dat als jij zegt dat je geen kinderen hebt, dat er wordt verwacht dat je daar echt een hele uitgesproken mening over hebt. Het kan op het activistische af zijn. Dat mensen dat vermoeden. Maar kinderloosheid is geen mening. Nee, het is geen politieke stroom. Het is geen politiek, het is geen activisme. Het is niet. Het is. Het gebeurt. Ja. Om wat voor reden dan ook eigenlijk. En je hoort dan die vrouwen vaak zeggen van, ik vind kinderen heel leuk. Ik ben een hele leuke tante. Ik heb geen enkele moeders. Nee, helemaal niet. Je gaat altijd iets gaat schuiven. Je gaat altijd ergens compenseren. Omdat dat plaatje er dus is van, ze zal wel boos zijn of verdrietig zijn, moet me ons haten of weet ik veel wat. En we wantrouwen die vrouw ook. Ook, ja. Toch? Ja. Ja. Dus, volgens mij zit er heel groot wantrouwen naar een vrouw zonder kinderen. Ja. Dus als je in die representatie gaat kijken van vrouwen zonder kinderen, nou, dan zit je heel snel bij Glenn Close in Fatal Attraction. En je zit echt heel snel bij rare kattenvrouwtjes met gekke truien. Ongelukkig met kerst alleen. Ja. Ja. En zulk haar. En dat of ze is een carrièrekring. Elke dag, weet je wel, in stalen flat is ze aan het werken. Ja. Waar het hartstikke koud is. Altijd. Dat soort dingen. Ja. 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 Ze is net leuk. Nee, een van de voorbeelden die je aan had in je boek is ook juf Ank uit de Luizenmoeder. Dat vond ik heel mooi. Ja, een heel mooi voorbeeld. Wil je vertellen wat je daarover schrijft? Ik ben heel blij dat je juf Ank erbij haalt. Want ik heb dus gebeld met de regie, met de productie van Luizenmoeder, om te vragen, is juf Ank inderdaad zonder kinderen? Wil geen dat antwoord? Weten we eigenlijk niet. Nee. Ik weet het dus wel. Ze willen er geen antwoord op geven. Ja. Wilden ze niet. Ze wilden ze in het midden laten. Maar kijk, juf Ank, die staat voor de klas. Het is dus onduidelijk of zij moeder is. Maar ik heb er geen kind gezien, dus ik denk het wel. Juf Ank is dan een beetje zo rigide en een beetje zo streng, weet je wel. Maar ze heeft ze onder dat panzer is een warm hart. En in dat hele dat circus wat die Luizenmoeder is, is zij de voice of reason. Ja. Zij doet dus niet mee aan al die moeders op het schoolplein en al die mensen die helemaal, die kinderen die praten sowieso nooit, alleen die ouders zijn aan het woord. Ja. En zij is de enige die het opneemt voor die kinderen. En dat vind ik heel liefdevol dat ze dat, als ze dan bewust geen of onbewust geen, maar als zij geen kinderen heeft, vind ik dat een hele liefdevolle keuze van dat programma, om, als het bewust gegaan zou zijn, om er zo neer te zetten. Ja. Maar dan is ze nog steeds wel, hè? Ze heeft geen vriend. Ja. Ze heeft een beetje, ja, het is niet echt dat je zegt, ik ga gezellig met juf Ank naar de kroeg of zo, zoiets. Hoeft ook niet. Maar ja, het is toch een stereotype. In die ja, beetje. Wel, in dat opzicht wel. Ja. Maar als je het echt wil, als je echt daaronder gaat, wat doet ze nou eigenlijk? Mm-hmm. Oh, ze is eigenlijk de echte kindervriend. En die andere, die zit de hele tijd te roken. Die heeft volgens mij, weet je, die ook heel goed voor die kinderen. En ja, al die moeders, die, dat is dan een soort van, daar kun je dan om lachen en ergeren. Maar de echte kindervrienden in deze serie staan daar. Ja. Dat is best goed. Ja. Ja. Jantine, er is een heel klein stukje waarvan ik het heel fijn zou vinden als jij dat nog even zou willen voorlezen voor in dit gesprek. Ja. Want ik wil dat ze, nou ja, daar wil ik het graag nog even met jullie over hebben. Ja. In zijn podcast zegt Gijs Groenteman tegen Nicoline Misée dat sommige mensen kinderen krijgen tegen de zinloosheid. Zij schrijft, vat hij samen. Voor Misée is meemaken, observeren, analyseren en bedenken hoe je het opschrijft net wat minder zinloos dan dat niet doen. Dat snap ik. Maar is het zinnig genoeg voor mij? En mag je zonder kind ook gewoon een doorsnee leven leven? Geen kunstenaar worden, niks maken. Staan we het toe dat een kinderloze vrouw een middelmatig leven leidt, niks spectaculairs bereikt en gewoon tevreden is? Het zou een ontlastende keuze kunnen zijn om geen moeder te worden. Maar als daar tegenover staat dat ik in plaats van moeder iets anders groots moet worden, is dat misschien nog wel belastender.
Dankjewel. Ik vond dit echt een eye-opener in allebei jullie boeken. Prachtig, ja. Dat je niet per se dan een... Dat dat niet zou moeten hoeven. Ja, ik denk dat... Als ik naar mezelf kijk, dat dat het beeld is wat het meeste voor mij aan de niet-moeder kleeft. Niet per se de zielige vrouw. Of de treurige vrouw. Maar wel de vrouw die dus bezig is met alle tijd die ze bespaart door geen kind op te voeden. Iets anders geweldigs voor onze samenleving gaat betekenen. Door een hongersnood op te lossen. Of de politiek in te gaan. Of groot kunstenaar te worden. Ja, ik vind dat wel... Als ik er rationeel over nadenk, is dat natuurlijk, dan weet ik dat dat niet zo is. En dat ik niks hoef te worden. Mm-hmm. Niks hoef bij te dragen aan de maatschappij. Als ik geen moeder word en daar niet de zin voor heb of zo. Maar tegelijkertijd is dat wel een soort stemmetje in mijn achterhoofd. Van ja, dan moet ik dus wel iets anders. Ja, je moet compenseren. Ja, compenseren. Dat is het goede woord. Ja. Ja. Dus dat is waarom er dan een druk komt van lekker veel reizen. Ja. Ga 10 honden trainen. Neem het echt. Ja. Schrijf een boek. Ja. Maak er een film over of een documentaire, maar het moet allemaal groot. Terwijl je kunt een heel lekker rustig in de luwte leven leiden zonder kinderen. Dat bestaat. Zonder dat, en ook, je hoeft ook geen pleegkind. Weet je, je moeder hoeft het niet op te lossen. Ik denk dat dat het heel erg is. En ook niet daar dan iets tegenover te zetten om maar nuttig. Want het gaat om nut, hè? Dat schrijf je ook in je boek, volgens mij. Moederschap wordt ergens ook gekoppeld aan maatschappelijk nut. Ja. En aan emotionele veiligheid. En aan het gaat ook over het laten zien, van je vruchtbaarheid. Het gaat over heel veel dingen. Maar nut is een hele grote. En dat zou betekenen dat als je het heel... En er zijn mensen die dat ook denken. Maar dan zitten we een beetje in een bepaald soort hoek. Maar dat het krijgen van een kind het grootste goed is wat je kunt doen. En wat betekent dat dan voor de vrouw die dat niet doet? Nou... Tel maar uit, dat is niet best. Dus dat moet dan toch ergens... Ja, in een ziekenhuis, vrijwilligerswerk, ik weet het niet. Het moet goed zijn. Je moet laten zien dat je een goed mens bent. En dat je emotioneel in orde bent, dat je veilig bent. Dat is heel pijnlijk. Ja. Lukt het jou om je daarvan te ontworstelen? Nou, mijn boek heeft goed geholpen, moet ik zeggen. Ja, dat lukt me wel. En er is gelukkig niet zoveel om aan te ontworstelen. Maar dat het er gewoon is... En dat is een klein onderdeel van mijn inmiddels klein onderdeel op dit moment in mijn leven. Zo moet ik het zeggen, want ook dat verandert door de tijd heen. Het is constant in een bewegend iets. Mm-hmm. Maar het heeft nu een hele rustige plek. En het is er gewoon af en toe helemaal niet. En ik vind mijn leven heel erg leuk. En dan is het eigenlijk helemaal niet meer zo de vraag. Mm-hmm. Maar dan nog steeds, er zijn momenten. Ik zat met mijn neefje in de auto vanochtend. We hebben samen een liedje gezongen. Hij is 8. Hij heeft zo'n heel lief stemmetje. Hij ging heel hard zingen. En we zaten in de auto en toen dacht ik, het is toch echt heel leuk. En dat zal altijd blijven. Maar ik ben niet daar een soort van in razernij over. Maar ik voel alle kanten ervan wel, weet je wel. Het is alleen niet constant. Het zijn gewoon momenten dat ik denk, kinderen is ook leuk. Ja. Ja. En geen kinderen trouwens ook. Ja. Als laatste misschien een van de dingen, Lisbeth, waar jij aandacht voor vraagt, is... dat we het echt meer moeten hebben over wat je net ook al zei... over hoe het leven vorm te geven zonder kinderen. En daar schrijf je ook heel mooi over. Ja. Maar als je een paar dingen zou moeten noemen... die je vindt dat we als samenleving echt meer zouden moeten zien hierin... en waar we meer bij stil zouden moeten staan met elkaar... Mm-hmm. Wat zijn dat dan voor dingen? Nou, en wat eerst wat er nu in me opkomt... Ik had deze vraag niet verwacht. Sorry. Maar, nee, dat geeft helemaal niet. Het is goed voor me. Het eerste wat er in me opkomt is dat het praten over kinderloosheid, leven zonder kinderen, dat blijft niet beperkt tot de vruchtbare jaren. We zijn heel erg gewend om dit te doen zo rond tussen de 30 en ongeveer de 45. Exact ook wat ik heb gedaan. Jij zit nog in die jaren. Ik was 45 toen ik het boek schreef. Mm. Bij 45 ga je officieel de statistiek in. Als kinderloos. Was wel stom toeval hoor. Mm-hmm. Maar ik vond het een mooie bijkomstigheid. Ja. Yeah. Dus dit gaat een leven mee. Op het moment dat het in je leven gebeurt... is dat dus ook nog zo op je 60ste, op je 70ste... je vriendinnen worden oma. Het blijft. Niet dat die buitenwereld alleen maar bepalend is. Maar in jezelf kunnen ook dingen veranderen. Je kunt je er comfortabeler in gaan voelen. Dat, hè? Tijd doet veel, hoor. Dus dat is één. Mm-hmm. En die representatie van vrouwen zonder kinderen... als je ze niet ziet, kun je er ook niet aan relateren... Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit zou... Dat weet ik dus zelf ook niet, hè? Maar hoe ziet dat er dan uit? Je had het net over juf Ank. Ik ben echt heel leuk dat je daarover begon. Want dat is dus een mooi gelaagd voorbeeld.
Maar waar zijn ze dan in wat wij dagelijks zitten te kijken? Ja. Op tv, in de reclames, in alle series. Hoe zou zo'n vrouw er dan, hoe zou ze zich dan moeten gedragen? En waaraan gaan we koppelen dat ze dus geen kind heeft? Is het dan inderdaad die ene tante? Of is het dan misschien die vrouw waar we het niet over mogen hebben? Weet je, dat soort dingen. Ja. Hoe dan? Dus daar heb ik nog niet een 1, 2, 3 een antwoord op. Maar het is er nu stilzwijgend. Mm-hmm. En als dingen stil blijven, dan denk ik, dan is dat de hele grote reden. Dan is daar een heel groot verhaal. En dat bleek ook zo te zijn. Ja. Als je daar dan niet gaat zitten poeren, dan komt daar ineens een levensthema naar boven. Want dat is kindeloosheid. Is gewoon net zoiets als de liefde, de dood. Raakt enorm aan het bestaan. Niet in dramatische zin, maar het zit langs die lijnen wat mij betreft. En hoezo hebben we daar weinig over zonder bang te raken, bang te worden van iets? Ja. Ja. Dus dank je wel. Wil je iets toevoegen nog hieraan? Nee. Okay. Dan ga ik naar het volgende. Ja. Benel, dank jullie wel. En ook voor dit prachtige boek. Ik zou het iedereen aanraden om te lezen, want ik heb er heel veel van geleerd ook. Ja, dank je wel. Dus dank je wel. Ja. Wat zullen we doen? Wil jij eerst lezen? En dan vraag ik daarna jullie om aan tafel te komen zitten. Dat is goed. Dat is goed. Hè? Ja. Het kan bijna niet anders dan dat vrouwen die over moederschap schrijven het ook over maken hebben. De mythe vertelt ons dat rolmodellen in de kunstwereld altijd kinderloos of slechte moeders zijn. Kunst en kinderen maken, dat kan niet. Geheid dat een van de twee falikant mislukt, want de gebaarde vrouw implodeert als creator zodra ze haar grootste creatie op de wereld heeft gezet. Of ze is in het bijzijn van haar kind altijd ergens anders met haar hoofd. Ik denk aan dichter Sylvia Plath, die ook worstelde met de combinatie van schrijven en haar jonge moederschap. Als twee geïsoleerde werelden die ze niet verenigbaar kreeg. There is no miracle more cruel than this, schreef ze over het moederschap. En ik lees een essay van Marja Pruijs voor de Groene Amsterdammer, waarin ze schrijft over Renate Dorrestein, die in haar romans verknipte en vernietigende moeders neerzette. En over Connie Palme, die eens in een interview zei: Godzijdank hebben vrouwen de vrijheid de natuurwet te schenden, hun baarmoeder te negeren en hun zin te zoeken in het gebied van de cultuur. In mijn geval krijg je dan geen kinderen. Ik kan niet sjoemelen. Het is het een of het ander en niet allebei. Palme heeft er vaak op gehamerd. Schrijverschap en moederschap gaan niet samen. Maar natuurlijk is dat niet de hele waarheid. Niet eens een halve. Slechts de hare. Het verhaal in stand houden is waarschijnlijk schadelijker dan de werkelijkheid. Want deze vrouwen zijn er ook. Zadie Smith, Susan Sontag, M. Vazalis en Marja Pruijs zelf. Om maar een piepkleine selectie te noemen. Dichter Bab Schons vertelt in een Hardhoofd-podcast dat haar maakdrift, de drang om kunstenaar te zijn, zelfs voortkomt uit haar moederschap, omdat haar zoon haar richting gaf. Een stuwing die duidelijk maakte wat ze wilde maken en waarom. Vanuit Museum Singer Laren appt mijn moeder me een foto van een tentoonstellingsbordje. De tentoonstelling met een zaal vol kunstwerken over moederschap stelt bezoekers de volgende vragen. Waar staan we na een krappe anderhalve eeuw de nieuwe vrouw? Welke eigenschappen behoren tot een vrouw en wat mag en kan zij doen? Hoe combineren kunstenaars die ook moeder zijn hun professie met het ouderschap? De curator wekt de indruk een feministische zaak aan de kaak te stellen, maar ik laat mijn moeder weten dat ik nog benieuwder ben naar hoe mannelijke kunstenaars hun werk met het vaderschap combineren. Dat lijkt mij pas een afmattende taak, een onmenselijke combinatie, heb ik mijn moeder geïrriteerd. Is daar ook een zaal over ingericht? Ik wil die mythe niet geloven. Ik wil het verhaal over de zogenaamde splijting tussen moederschap en maken niet in ere houden. Ik verplicht mezelf te strijden tegen die hardnekkige en beperkende opvatting waar niemand baat bij heeft. Misschien zou ik een kind moeten krijgen om het tegendeel te bewijzen. Niet in de laatste plaats aan mezelf. In haar boek over moederschap vertelt Iante Mosselman dat ze, toen haar zoon anderhalf was, een paar dagen alleen wegging omdat ze weer eens iemand wilde zijn in het diepst van mijn gedachten. Ze vraagt zich af of ze veranderd is als mens, vrouw en maker en komt tot de conclusie:
Paradoxaal genoeg dwong mijn kind me, doordat hij het me onmogelijk maakte te doen wat ik wilde, te kiezen voor wat ik echt wilde doen in de weinige tijd die er was. Juist door mijn vrijheid te ontnemen, gaf mijn kind mijn vrijheid. Hij gaf me op een bepaalde manier de mogelijkheid om te kiezen. Dat efficiëntieprincipe ken ik van een vriendin. Zij is HR-manager, die op haar werk een 4-daagse werkweek invoerde, met behoud van fulltime salaris. Waarop na een experiment van 9 maanden bleek dat zonder uitzondering alle 20 medewerkers productiever en creatiever waren geworden, vergeleken met de 5 dagen die ze eerder werkten. Soms zorgt schaarste dus voor focus. En soms levert minder ineens juist meer op. Dank je wel. We hadden het erover of je zou lezen tot het stukje waar ik ook in zat. En ik zei eigenlijk, nou, toen zei jij, ja, nee, laten we dat wel doen. En waarom ik er zo over twijfelde, was dat ik heel erg twijfel over wat ik hier heb geschreven. Oh. Ik ben er gewoon niet zo heel zeker meer van. Maar misschien kunnen we het daar in het gesprek ook even over hebben. Ja, ik ben benieuwd naar. Mensje van Keulen is schrijver, zowel als redacteur van Propria Curis en het literaire tijdschrift Maatstaf. Haar debuut Blekerszomer verscheen in 1972 en hierna volgden vele romans en verhalenbundels, waaronder Liefde heeft geen hersens, Schoppenvrouw en Ik moet u echt iets zeggen. Onlangs verscheen Moeder en Pen, dagboek 1979 tot 1983. En haar werk werd bekroond met de Annie Romeinprijs, de Charlotte Keulerprijs en de Constantijn Huygensprijs. Fijn dat u er bent. Kom graag zitten. Daar denk ik, ja. En ook schrijft aan Floor Houwing ten Kate, regisseur en schrijver. En ze maakte urgente voorstelling op het snijvlak van muziektheater, opera en film. En met het collectief 90s Productions won ze in 2017 de BNG Bank Theaterprijs voor de voorstelling Untitled. En onlangs maakte ze Battlefield of Dreams. Een experimentele fertiliteit- en abortuskliniek multidisciplinair werk met opera, documentaire, performance, lezing, debat en open mic. Kom ook graag zitten, dankjewel. Fijn dat jullie hier zijn. Ik wil beginnen met die twijfel. Herkennen jullie die? Heeft dat een rol gespeeld? Je bedoelt wel of niet een kind? Ja, ja, nou, natuurlijk. Ja, ja, uiteraard. Ja? Jeetje. Ik heb het er warm van gekregen wat tot nu op heden is gezegd. Ik heb in de sneltreinvaart echt jouw boek moeten lezen. Want het kwam pas, wat was het? Ja, mijn schuld. Ja, anderhalve dag heb ik gehad, dus ik moest het heel erg snel doen. En ik vind het knap hoe je in zoveel bladzijden, met zoveel details, statistieken, enquêtes, andere mensen, je eigen twijfels vooral. Nou ja, hoe je daarmee een heel boek kan vullen. Want als je mij zou vragen, ja, het is niet helemaal terecht op wat ik, ja, vrij veel heb geschreven en vooral fictie. Maar goed, er zijn ook 3 dagboeken waarin natuurlijk de wens voor een kind heel duidelijk naar voren komt. En uiteindelijk dat kind ook geboren wordt in het voorlaat, in het tweede deel uiteindelijk. Dus ja, die twijfel is altijd geweest. Ik speelde nooit echt met poppen vroeger. Ik las liever Winnetou en andere jongensboeken. Dus daar zat het hem niet in. Misschien heeft het te maken met dat je heel erg, vooral kalverliefde en daar nog heel erg van houdt, dat je van zo'n man een kind wil. Mm-hmm. Want ik zou dat niet van iedere man willen. Ja, dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. Mm-hmm. Ik weet niet of ik een kind zou willen als ik verkracht was. Ik bedoel, dus het kan van alles spelen. De nieuwsgierigheid speelt mee. Ja, en dan weer van zien bij anderen hoe akelig het ook kan gaan. En ja, ik kan nogal een zwartdenker zijn. Dus als ik denk aan moeders die hun kinderen in de oorlog verliezen, of zelfs nu in Oekraïne, dan denk je, ja, je kan maar beter geen kind hebben. Als je ziet hoe de wereld eraan toe is, bij alles denk ik bijna ondertussen smelten de ijskappen. Hmm. Moet je daar ook allemaal niet rekening mee houden. Je hebt daar ook een heel klein stukje over, heb ik gezien. Toen mijn zoon, ja, ik heb eindelijk dus wel een zoon gekregen. En ik was zelfs alleenstaande moeder. Mm-hmm. Toen hij 1 jaar werd, vanaf 1 jaar. Dat is vrij zwaar. Maar goed, daar kan ik heel veel over vertellen. Maar goed, mijn zoon die vertelde mij 12,5 jaar geleden dat zijn vriendin zwanger was. En het eerste wat ik voelde was dat ik iets omlaag voelde gaan. En dacht, oh mijn god, ik weet.
alle angsten die ik toen had en alle onzekerheid en denkend aan hoe het was toen ik mijn zoon had, van als hij te laat thuis kwam, ja, alle, he, dat je voor het raam staat en alles wat meespeelt, dat staat hem straks te wachten. En dat kind wordt groot en wat krijgt ook zorgen en in deze wereld. En tegelijk, maar daarna steeg dat gevoel weer, omdat ik ook dacht, goh, ik heb hem kennelijk zo groot gebracht dat hij nog zo optimistisch is dat hij een kind wil. Ja. 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 Snap je? Ja. Nou ja, dat is een lang antwoord over twijfel. Maar die twijfel is altijd geweest. En ja, ik weet, ja, in enorme geschiedenis natuurlijk achter me. Inmiddels ook wel wat van miskraam en een paar abortussen, noem maar op. Dus ik wist wel dat ik toen ik alleen moeder was, dus en alles moest doen, hè, en werken om mijn geld te verdienen. En lezingen geven en alles. En ik had gelukkig een moeder die helemaal uit Den Haag kwam om op te passen vaak. Anders had ik het ook niet gered. Maar dat ik wel, toen ik zwanger raakte, een spiraaltje wat was gaan wandelen, kon er niks aan doen. Maar ja, dan denk je er toch weer over na. Dat ik toen wel wist, ik kan geen tweede aan op deze manier. Nee. Dus dan krijg je weer die twijfel en dan slaat hij de andere kant door. Ja. Ja. Maar nu heb ik een kleinzoon en ja, goed. Maar dat is een heel ander hoofdstuk. Ah, dat is dik. Ja. En Floor, ken je die twijfel? Nee, gek genoeg niet. Ik denk dan, ik speelde vroeger ook nooit met poppen. Mijn zus las voor aan haar poppen. Ik danste heel veel, ik gaf acts. Ik had publiek nodig als theatermaker in de dop, denk ik. Maar ik denk in het kader van toch, hè, zo eerlijk ook als jouw boek is, dat bij mij misschien de twijfel is toegeslagen nadat ik kinderen kreeg. En dat ik dat ook best een shocking ervaring vond. Dat ik heb het geluk gehad dat ik vrij gemakkelijk in verwachting ben geraakt. 2 keer ook, wat helemaal een zegening is. En dat ik ook een carrière helemaal aan het opbouwen was. En dat ik toen opeens dacht, oh ja, maar ik heb ook de kinderen thuis. En hoe combineer je inderdaad, de clichévraag, hoe combineer je dit? En hoe ga je om met schuldgevoelens, gebrek aan tijd? Een gebrek aan creativiteit, als ik heel vrij ben, heb ik eigenlijk nooit ervaren. Ik denk wel een versnipperdheid, zeg maar, in focus heel erg. Ik kan heel goed nadenken onder de douche. Dus als ik onder de douche sta, wil ik niet dat iemand binnenkomt. En dan soms moet er toch opeens iemand poepen. En dan komt er toch iemand binnen. En ik had 1 afspraak. En dat was dat je niet zou komen als ik stond te douchen. De twijfel. Daarom vind ik het dus ook heel goed om een boek te schrijven over. Soms wil ik een kind om er heel goed over na te denken. Omdat ik soms ook denk, jeetje, bij mij kwam de twijfel daarna. Ik doe heel goed mijn best. Ook als moeder, maar ja. Ja, je hebt jouw recentste voorstelling, of ja, eigenlijk, ja, je zegt zelf geen voorstelling, maar experiment, gaat eigenlijk heel erg ook over die maakbaarheid, waar het net al even over ging. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ik ben nu 35 en totdat ik ongeveer 30, 32 was, ging het met vrienden, collega's, et cetera, eigenlijk bijna alleen maar over kinderen, op de manier van, denk je echt dat je kinderen wil? Ja, misschien wil ik het wel. Zeg maar, het waren altijd best wel vrijblijvende gesprekken. Oké, er raakt toch iemand in verwachting. Ik kreeg zelf een kind. Maar het was allemaal niet zo ingewikkeld. En gedurende de pandemie werden eigenlijk al mijn voorstellingen, maakten we nog wel, dus in die kleine bubbels, maar het ging telkens niet meer in première. En ik merkte dat die gesprekken steeds persoonlijker werden aan tafel. En dat we toen in een situatie terechtkwamen waardoor bijvoorbeeld dus fertiliteitstrajecten gesloten werden, omdat het niet als primaire zorg werd gezien. En dat ik toen opeens in mijn werkproces tegenover meerdere mensen zat die hele kostbare jaren verloren zagen gaan. En toen voelde ik dat we in een omslag terecht waren gekomen. Dus dat het niet alleen maar meer ging over, ik twijfel, of wil ik het nou of wil ik het niet, maar dat het ging over de maakbaarheid eigenlijk van de keuze daarna. En dat ik toen zoveel verhalen over fertiliteitstrajecten en over abortussen hoorde, dat ik toen dacht, daar ga ik een project over maken. Om dat bespreekbaar te maken. En ook omdat ik denk dat dat 2 uitersten zijn waar mensen een vrij uitgesproken mening over hebben. Ik had dat zelf denk ik ook voordat ik daaraan begon. Dus dan vraag je af, hoe ver moet je gaan? Of bij een abortus, waarom ga je er niet voor? Of ja, doe het juist wel, dus helemaal niet het moment. En dat ik toen dacht, dat klopt van geen kant. Hoe dichter je er bovenop zit, hoe meer je die meningen volgens mij gaat laten varen en we het er met elkaar over gaan hebben.
Ja, dus ik herken wat Lisbeth ook zei over het er niet over hebben, van een hele kleine kring, dat ik voelde dat het ook op die twee onderwerpen zo was. Jullie hebben eigenlijk allemaal iets geschreven waarin vragen over dit onderwerp, heel veel natuurlijk, maar ook waarin dus die onderwerpen over moeders en over vruchtbaarheid, eigenlijk dat onderwerp wat je net zegt, het wordt niet echt besproken. Sowieso is denk ik dit hele onderwerp vrij absent geweest in de afgelopen decennia in de literatuur en werd er nogal vaak badinerend over gedaan. En ik wil bij u beginnen, want dat was vroeger, nou ja, vroeger, een aantal decennia geleden. Sorry, leuk dat je u zegt. Ja, sorry, ja, het is een beetje... Was dat natuurlijk helemaal zo, dat eigenlijk schrijven over, nou ja, hierover, dat was eigenlijk niet echt dat dan, toch? Ik deed het ook helemaal nooit. In al mijn fictie niet, in feite, nee. Nee, en ik heb er nog moeite mee in zekere zin. Eigenlijk wil ik ook helemaal niet weten wat er allemaal in mijn buik zit. Nee. Maar waarom dan? Niet? Nee, in de jaren 70 toen had je natuurlijk een eerste feministische golf. En ik moet zeggen, ja, ik zat in Propia Curis. En dat was als enige tussen allemaal mannen. En in Maatschappij ook als enige tussen allemaal mannen. En misschien was het ook een beetje van invloed. Maar ja, ik heb niet altijd zo het onderscheid tussen mannen en vrouwen willen maken. Als het gaat om lijden, verdriet, noem maar op. Hè? Maar... Het ging toen heel ver ook. Daar werden echt stukken geschreven over dat je wijdbeens moest liggen met een spiegeltje in je kut kijken en ook bij je kut van een ander. Zo. Dat ging me echt te ver. Het interesseerde me helemaal niet hoe dat allemaal zat. Mm-hmm. Nee, en dat is misschien ook wel een verschil met over jezelf schrijven. Want ik vond het moeilijk om in dagboeken tevoorschijn te komen. Want in fictie dan creëer je hele andere personages. En daar kan je van alles aan meegeven natuurlijk. Mm-hmm. Ook je zorgen, ook de problemen, ook van alles en nog wat. Maar dan construeer je een verhaal en een plot en een intrigue. En in een dagboek doe je dat natuurlijk niet. Dan kom je ineens tevoorschijn. Ik heb ook mijn tanden op elkaar moeten zetten om dat door te zetten. Mm-hmm. En dat, ja, daarin zo... Ja. Maar in dit dagboek zie je wel die worsteling die u beschrijft. Ja. Nou ja. Dat was het moeilijk, vond ik, om tevoorschijn te komen. Wilt u daar iets over vertellen? Nou, iets voorlezen daarover? Ja, en ik dacht, ik neem ook even... Lisbeth zei het al, Olifant op een web mee. Dat verscheen al eerder, in de jaren 90. Toen ik van het een op het ander met mijn moeder plotseling verloor. Mm-hmm. En in Spanje was. En ik hield heel erg van haar. Misschien is dat uitzonderlijk, want je hoort heel vaak andere verhalen, maar een erg lieve moeder. Dus misschien was het daarvoor voor mij ook niet zo vreemd om toch wel een kind te willen uiteindelijk. Maar in dat boek, ik heb toen een boek geschreven zonder enige notitie, Olifant op een web. En daarin staat een stukje, en dat wil ik toch even voorlezen, omdat het allemaal toen zo anders was. Ik ben heel ijdel, ik heb geen leesbril. Ik moet even opletten, want het zijn ineens zo kleine letters. Maar goed. Ze dacht dat ze doodging toen ze van haar eerste kind beviel. Niemand had haar verteld dat die pijn zo hels kon zijn. Het was tweede Pinksterdag, een feestdag. Toen het voorbij was en ik in een wieg aan het voeteneind van haar bed was gehangen, mocht mijn vader binnenkomen. Een verplegende non feliciteerde hem met zijn dochter en hij zei: "Wat? Een meisje?" Mijn moeder vermoedde dat hij verbaasd was, omdat hij 13 broers had en maar 2 zusters. En mijn moeder was de oudste van 7, dus mijn vader de jongste van 16. Maar die moeders hadden ook weer miskramen gehad, dode baby's gehad. Als je bedenkt wat voor een talent er toen gesmoord was en in feite, zelfs ook bij mijn moeder nog, er eigenlijk niet geklaagd werd. Nee. Dan is er echt wel wat veranderd. Ja. Ja. Hierna beschrijf ik zelfs dat ze in huis woonde bij mijn opa en oma, waar nog 6 volwassen kinderen woonden. In de voorkamer sliepen, geen geld was en ik in een poppenwagen werd rondgereden. Kan allemaal anders lopen in je leven, anders zat ik hier niet. Ja. Maar goed, dat is één ding. Wou ik toch nog even kwijt. Ja. Nee, ik denk dat u goed beseft dat dat eigenlijk heel kort geleden is. Dat is heel kort geleden. Het is een eeuw geleden. Ja. Ja. Dat iemand gewoon 16 kinderen baarde. Ja. Ja. Los van de doden. Zo. Mm. Ja. Dus ja, 1 is niks. 2 is ook niks. ik zal het eerste stukje voorlezen. Als mijn zoon er een paar dagen oud is... Hè. Zomer. Balkondeuren wijd open.
De baby huilt. Ik heb hem op schoot genomen. Het zit onhandig, zo schuin aan tafel, zijn wiebelende hoofdje tegen me aan. Het stilt hem. Het is warm. Hij heeft alleen een klein hemdje aan. Al driemaal heeft hij me, ondanks de dubbelgevouwen luier, nat geplast. Voor de vijfde keer aan de borst, waarvan driemaal binnen 3 uur. Zoon, Aldo, 20 dagen oud. Een bijna versmorende liefde. Tegelijkertijd is hij als een logeetje waar ik me af en toe geen raad mee weet. Het is donderdagmiddag. Ik probeer al 2 weken een aflevering van Anna Molino te schrijven. Het was een schelmenballade. Ik moet denken aan de regels in een eerdere aflevering. De tweede streek betrof de arme moeder die ze heeft leeggezogen tot 2 knopen. Even verder. 7 keer per dag ben ik een uur of langer met hem bezig. Er is veel bezoek met veel cadeaus. En onderwijl pieker ik over El, mijn man. En denk na over hoe ik verder moet met het gedicht voor de VPRO. Desondanks zit ik met het gevoel dat ik nauwelijks iets heb gedaan. Dat heb je ook. Je hebt het, ja, het is bekend. Je bent de hele dag met een kind bezig. En 's nachts sta je 5 keer op. Het huilt. Je doet het 's nachts om 4:30 in bad. Mm-hmm. En ondertussen moet je ook werken. Ja. Ja, dat is dus een niet eenvoudige combinatie. Nee. Maar ja, ik denk ook net via politici en onderwijsressen, noem maar op en zo. Er zijn er ook die dat werk doen en ook kinderen, zelfs in meervoud hebben. Hoewel ik dan ook denk, ze hebben geld, ze hebben een nanny. Ja. Hè? Is toch een stuk makkelijker. Hè? Ja. Hoe denken jullie over die creativiteit en kinderen? Ik durf er niks over te zeggen. Nou, het is onderdeel. Het is onderdeel van mijn twijfel. Ja. 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 Maar ik geloof niet dat je daar bang voor hoeft te zijn. Jij zei het ook. Ja, onder de douche. Dus heb je. Nee. Ik heb dankzij mijn zoon, in ieder geval, want anders had ik niet gauw, ook nog 7 kinderboeken geschreven. En echt met onderwerpen die ik anders waarschijnlijk niet zou hebben aangeraakt. Dus een familie van vampiers en kinderhaat. Noem op. Dat je je fantasie op een hele andere manier kunt gebruiken. Ja. Dus het kan ook een stimulans zijn. Je weet niet hoe het gaat. Nee. Het kan ook zijn als ik geen kind had gehad dat ik, ja, nou ja, wat stond dat in jouw boek, dat je een Shakespeare zou zijn geworden of zo? Dat ik een wat zou zijn geworden? Een Shakespeare zou zijn geworden. Ja, dat ging over Annie M.G. Schmid. Ja, die heeft daar een gedicht over geschreven. Ja, ja, dat als zij geen kinderen had gehad, dan was ze nog veel briljanter geweest. Ja. Ja, maar mijn zoon zei, toen hij iets wist van mijn dagboek, mijn vorige, het tweede deel, waarin iets staat, ik zei niet lezen Aldo, maar ja, toch iets gezien toch? Natuurlijk. Ja. Dat hij had gelezen dat toen ik aan het bevallen was, ik tussen de weeën rode wijn dronk. En hij zei, ja, als je dat niet had gedaan, was ik nu geniaal geweest. Ja. Wat ik zei, zeg maar. Ik denk dat er heel weinig gezegd wordt over hoe een vrouw. Bekend is over hoe een vrouwenbrein werkt na een bevalling, bijvoorbeeld. Ik heb. Toch volgens mij heeft Sarah Sluimer, vond ik laatst daar toch ook wel iets moois over geschreven. Dat ik ook altijd dacht, ik ben er heel snel, was ik weer op de been. Bij mijn tweede kind, na mijn bevalling werkte toen na 10 weken alweer. Toen regisseerde ik een voorstelling. En ik dacht dat ik echt sharp as a knife was. Terwijl volgens mij was ik dat niet. Besloot ook spontaan te stoppen met kolven. Dacht, nu we toch weer met z'n allen terug zijn op de vloer. Maar ik denk dat er misschien wel een verschil is tussen schrijven en theater maken. In de zin, als ik aan het werk ben, dan kijken er 10 mensen naar me van wat gaan we doen vandaag. En als ik daar dan geen goed antwoord op heb, dan loopt zo'n dag een beetje in de soep. Dus wat ik ook aan Jante eerder vertelde, maar wat ik zelf heel grappig vond, is dat toen mijn kinderen best wel jong waren. En als ik dan ging repeteren, bijvoorbeeld dan bij een montage, kwam ik ook met mijn medespeler Benjamin Moon, kwamen wij samen met een koffertje aan en een zonnebril op. En toen keken we elkaar lachend aan voor de deur, high five. En dan weet je dat je de zwaarste periode van de voorstelling maakt tegemoet gaat, namelijk de montage. Maar voor ons voelde dat dan toch als vakantie vergeleken bij het leven thuis met 2 kleine kinderen. Dus ik denk dat alles kan. Ja. Ja? Ja. Ik was wel benieuwd, want ik las net een stukje voor waarin ik jou citeerde uit jouw boek. Ja. Ik vond dat een heel hoopvol stuk toen ik jouw boek las. Maar net zei jij dat je erop terug was gekomen. Nou ja, ik vind het heel leuk om van jullie te horen dat jullie denken van het kan wel. Want ik vraag het me soms toch wel echt heel erg af. Ik deel wel, zeg maar, na de geboorte van mijn tweede kind. Dat was misschien dan ook. Niet de genadeklap. Ja, dat wilde ik hem niet noemen, maar. Ik heb niks meer geschreven
of niet meer echt iets geschreven, bijvoorbeeld. Dus ik denk wel dat wat jij erover zegt en het behoud van autonomie en die ruimte om te denken en die vrijheid. Ik denk toch ook dat daar wel weer meer voor te zeggen is dan ik soms dacht. Maar er kan zoveel belemmerend zijn. Dat is waar. Een pokkenhuwelijk is belemmerend, bijvoorbeeld. En sowieso, van alles wat er om je heen kan gebeuren. Mm-hmm. En ik herinner me ook dat ik kreeg een keer het bezoek van Maarten het Hart, die zijn boek kwam brengen. En toen zei hij, maar je moet wel even dan de Bijbel voor me halen, want dan moet ik een citaat uithalen. Ik zei, maar ik heb geen Bijbel in huis. Toen zei hij, hoe kan je dan schrijven? Ja. Dus ja. Het wisselt ook wat voor wie belemmerend is. Dat is waar. Ja. Ik wil toch nog even terug naar hoe we kijken naar deze onderwerpen in de samenleving en het schrijven over deze onderwerpen. Want ik was wel benieuwd, Floor, ook in het theater, niet zo heel erg vanzelfsprekend is. Of heb ik dat mis? Hoe bedoel je? Nee, mensen die. Ik ken veel kinderloze theatermakers. Oh ja, klopt dat? Ik ken er heel veel met kinderen. Grappig. Ja. Ja. Dus dat is misschien een achterhaald beeld van mij. Dat weet ik niet. Ik denk dat het zeg maar. Ik heb het idee dat. Soms heb ik het idee dat het ook de oudere generatie zou kunnen zijn. Dat er toen inderdaad nog een ander bestel was. Waarin het gewoon was, je werd echt geleefd. Je draaide de hele tijd, zeg maar. Dus dan kon het echt niet. Mm-hmm. Ik heb het idee dat het wel anders is. Maar ik wil ook helemaal niet te rooskleurig over zijn. Want ik heb als het gaat over of de werkomstandigheden prettig zijn voor ouders. Nee, dat denk ik niet. Dus voor de gezinnen thuis is het heel zwaar. Maar dat is net als in de film of in welk schrijven ook. Mm-hmm. Nee, dat idee heb ik eigenlijk niet. Ik denk dat waar ik zelf heel veel mee zit, wat ik op tafel wilde leggen, is dat ik ook denk dat ik wel om mij heen veel zie, is het identificeer je met het zijn van een vrouw of identificeer je met het zijn van een moeder? En dat ik dan het idee heb om mij heen dat we het veel hebben over vrouw zijn, over dat wat we maken, et cetera. Maar niet per se, ik identificeer me met het zijn van een moeder en daarmee doe ik dit. Dus we zijn volgens mij nog wel op het punt dat de kinderen eerder mentaal geparkeerd worden dan dat het onderdeel is van het systeem waarin wij bewegen. Daar moeten we nog naartoe. En was deze voorstelling voor jou dan een eerste moment waarop je dat deed? Of deze vraag in elk geval, was het persoonlijk ook dat je vond, ik moet iets met dit onderwerp, want wij doen te weinig met dit onderwerp. Dit onderwerp is te onzichtbaar. Nee, ik maak voorstellingen over dingen waar ik heel erg verdrietig of heel kwaad van word. Mm-hmm. Of uitermate gefrustreerd dus. Dat ik nu hierbij voelde, de verhalen die mij verteld worden over die fertiliteitstrajecten of die abortussen of miskramen, stilgeboren kindjes, eicellen invriezen. Dat is echt van een orde waarin ik zeg maar mee verdriet had met de mensen die dat vertelden of mee euforisch kon zijn. Of maar de hele tijd voelde, we hebben het er echt alleen maar met z'n tweeën over en niet in grotere kring. En wat ik dus ook net zei, ik identificeer mij dus gek genoeg ook meer met het zijn van een vrouw dan met het zijn van een moeder. Ik heb ook uit principe geen bakfiets, bijvoorbeeld. Vorige week op de Schelling wel schaamtelozer 1-3 dagen gehuurd. Heel gelukkig geweest en toen weer ingeleverd. En nu. is dat ik voel dat ik wel heel erg veel bezig ben met het feit dat ik denk dat onze baarmoeder het meest politieke orgaan is dat we hebben. En dat ik daar heel graag iets mee wilde doen. En dat heel veel andere mensen of mensen daar een mening over hebben. En dat we als vrouw daar misschien dus weinig autonomie over ervaren met wat we daarmee doen en hoe er dan tegen ons aangekeken wordt. Mm-hmm. En dat daar dus dat vuur vandaan kwam. Met daar doe ik nu dit project over. En ik weet ook zeker dat het in de toekomst vaker zal zijn. Maar ik denk dat ik in mijn projecten altijd boos ben over iets of verdrietig over iets. En dat vaak door mijn positie als vrouw ook komt. Mm-hmm. Jij knikt, herken je dat? Ik denk dat dit boek kwam voort uit een nieuwsgierigheid en een grote onrust. En vanuit de overtuiging dat ik niet de enige was die met deze vraag worstelde. Mm-hmm. Maar ik merkte wel dat ik al schrijvende en al onderzoekende allerlei gevoelens van verdriet en boosheid ervoer. Die denk ik overeenkomen met die van jou. Ja. Hoe is dat voor u? Zit er woede ooit in? Woede? Waar? Ja,
Ik ben heel vaak kwaad. Oh, nou, komt dat ook in het... Ja? Ja, natuurlijk. Ik heb alleen nog nooit ruzie echt gemaakt. Of ik heb nog nooit vriendschappen opgezegd. En ik kan niet tegen afscheid nemen en niet tegen ruzie. Dus dan zwijg ik liever. Maar woede, ja, dat is altijd woede. Maar ik heb vooral heel veel woede sowieso op de mensheid. Ik kan ze echt haten. Gewoon als ik zie hoe mensen met elkaar omgaan. Als ik zie vooral hoe mensen... Want dat is voor mij echt een heel sterk iets waar ik al van kind af aan last van heb. En ik eet al 57 jaar geen dieren. Omdat ik zag hoe de bio-industrie opkwam. Mm-hmm. Als ik zie hoe mensen daarmee omgaan. Hoe normaal ze het vinden om lijken in de mond te steken. Ja. Hè? Ik bedoel, dat hele gedoe met boeren. Ondertussen verdienen ze hun geld over de ruggen van dieren. Simpel. Die dieren worden gefokt, geen leuke naaipartijen. Ze komen in stallen, tussen allemaal stangen terecht. Ze hebben een kort leven. De uiers worden helemaal leeggehaald met ontstekingen. Oren ontstoken, staarten geknipt, snavels geknipt, noem maar op. Mensen verschijnen het allemaal normaal te vinden. Het is allemaal verborgen. 500 tot 600 miljoen dieren worden geslacht in Nederland alleen al. Daar maak ik me kwaad over. En dat staat in feite ook heel dicht bij... of je empathie voor mensen kunt opbrengen. En jij noemde net de naam van Connie Palm, maar toen die ooit zei dat dieren geen doodsangst kennen... Mm. En geen ziel, toen dacht ik, ja, fuck off. Ja. Nee, het staat heel dichtbij. En ik herinner me ook dat toen mijn zoon geboren werd... dat ik ineens een heel mild gevoel had over de mensheid. Mm. Van, ze zijn allemaal klein geweest, ook, toen waren ze lief en zo, ja. Weet je wel, maar ja... Maar dat verandert weer. Ja, nou, gelukkig valt het soms mee. Maar ja, je wordt ondertussen wel... Je hoeft maar te kijken wat een idioten er rondlopen. Dictators en wat die allemaal opofferen. En hoe slecht het gaat. En in hoeverre is dat dan ook iets wat... speelt het een rol in uw schrijven? Dus die woede... Nee, ik stop geen boodschap in mijn boeken. Ik verpest mijn romans er niet door, maar ik kan er wel in sluimeren. Mm-hmm. Ik kan in een roman bijvoorbeeld een moeder die verdenkt dat haar zoon een moord heeft gepleegd, meegeven dat ze hem opzoekt en dat er een androgyn meisje, jongen, als vriendin bij haar zoon in bed ligt, maar dat hij ondertussen, hij is kunstenaar, rondom heeft allerlei namen heeft hangen van Kafka, Joanna Lumley, Tolstoy, mm-hmm. Allemaal vegetariërs. Dan denk ik, dan geef ik iets mee aan iets de mens. Mee. Ja. Subtiel. Ja. Ik wil toch nog heel even terug naar dat belang van autonomie, Jantien, waar jij het over hebt en het behoud daarvan. Ook omdat ik mezelf afvroeg, hoe zorg je daarvoor überhaupt? Ja. En ik vroeg me af, hoe doe jij dat? Nou, ik heb nu enorm veel vrijheid. Ik baat in de autonomie. Ja, ik denk dat het grootste goed is dat ik heb. En dat bescherm ik. En daarin zit natuurlijk ook mijn grootste twijfel aangaande het moederschap. Naast dat daar op gelijke voet een enorm verlangen ook bestaat om moeder te worden. Dus dat vind ik ingewikkeld, omdat dat voelt alsof ik dat die autonomie opgeef. Of in elk geval gedeeltelijk opgeef. Dat is in ieder geval de indruk die ik krijg van vooral jonge moeders om me heen. Dat wel een worsteling is. Ja. Ja, ik merk als ik mijn kleinzoon van school haal, dan kijk ik om me heen en zie ik al die jonge ouders. En dan zien ze hem vaak uitgeput. Een beetje smoeselig en zo uit. Dan denk ik, ja, het valt niet mee, jonge kinderen. Nee. Overigens kijk ik helemaal niet naar vrouwen zonder kinderen anders. Nee? Nee, helemaal niet. Nee, misschien omdat ik maar één zoon had. Nee, het zijn vrouwen, mensen. Nou, ja, ik begrijp alles wat Lisbeth zei. Dat begrijp ik heel goed. He? Omdat er nou eenmaal gegeneraliseerd wordt. Omdat er nou eenmaal gedacht wordt. Omdat er voor zoveel mensen vanzelfsprekend is dat je gaat baren en zo. Mm-hmm. Maar je hebt inderdaad een keus. En ja, die is er. Simpel. Ja. Ja, helaas, je kan niet een paar honderd jaar oud worden. Dat is vervelend. Mm-hmm. Jij beschrijft aan het eind, je hebt het ook vaak over spijtmoeders trouwens, ja. In je boek. Ja. En aan het eind beschrijf je het invriezen. Hè, van, ja. Hoe staat het daarmee?
Ja, ze liggen te wachten in Leiderdorp, mijn ingevroren eicellen. Ja, ja. Ik heb wat, Maar dan denk je er toch ook nog steeds aan? Tuurlijk. Me. Ja. Ja, ik denk er nog steeds aan. Maar op een gegeven moment was ik wel dusdanig onrustig en gestrest en opgejaagd over het ouder worden en een keuze moeten maken. Dat ik hoopte dat mijn eicellen invriezen daar een goede oplossing voor zou zijn. En dat is ook vooralsnog zo. Het is een jaar geleden dat heb laten doen. En natuurlijk denk ik er nog steeds over. Maar die stress en die onrust, die is er wel van af. Dus ik heb wel het gevoel... Maar voor hoe lang? Ja, dat weet ik niet. Tijd, op een gegeven, snel, hoor. Ja. Ja, op een gegeven moment moet ik er toch iets mee, ja. Maar ik heb, ja, iemand zei laatst tegen mij van oma, dan kan je nog 10 jaar blijven twijfelen daarover. Is dat niet nadelig juist? Mm-hmm. Ja, daar zit. Kost natuurlijk ook weer tijd, al dat getwijfel. Ja, maar gelukkig voelt het nu alsof ik even pauze heb genomen van die twijfel. Dus het is geen actieve twijfel meer. En natuurlijk komt er over een paar jaar weer een punt dat ik er iets mee moet. Maar nu mag ik even andere dingen doen. Je had over spijtmoeders. Ik heb een zus dus in Spanje. Ik vertel het net aan jou, die heeft. Toen zij haar vierde kreeg, riep mijn moeder: Anneke, ben je nou helemaal gek? Je hebt het al zo druk. Spaanse man die niks doet. En die 3 kinderen, 's middags warm eten koken, 's avonds warm eten koken. Ja, ze is jonger dan ik, ze loopt ook al. He, ze heeft al haar vingers staan krom en noem maar op. Maar goed, die hebben nu 8 kleinkinderen. Die vierde was inderdaad een dondersteen en het is niet makkelijk. Ook inderdaad altijd ruzie met haar moeder. Die heeft zich laten steriliseren naar 4 kinderen. Mm-hmm. Maar nu is ze toch zwanger. Oh. Ja, dat kan. Je kan gewoon nog weer kunstmatig iets inbrengen. Oh zo, het was een keuze. Ja, ja, precies. Ja, mijn zuster weer kwaad. Nou ja, ik ook. Ja. Vreselijk. Ja. Hoe moet dat? Het kan doorgaan. En Floor, jij gebruikt die... Dat van dat gebruik jij ook in jouw voorstelling. Dus die. Jij hebt een wachtkamer eigenlijk gebouwd. Ja. En jij noemt die ook in jouw boek. Of is dat Lisbeth? Nee, Lisbeth heeft het in haar boek over een wachtkamer. Ja. Maar daar doet dit me ook aan denken. Kan je daar iets over vertellen? Ja. Ik heb een wachtkamer gebouwd omdat ik het idee heb dat best wel veel mensen een tijd lang het idee hebben, of vrouwen, mannen, dat ze in een wachtkamer leven. Als het ook gaat over inderdaad de wel of niet, de keuze om wel of geen kinderen te krijgen. En de twijfel, is ook misschien een wachtkamersituatie. Ik was net ook even door wat jij zei over inderdaad het invriezen van de eicellen. Wij spraken met een gynaecoloog. Marije en ik, zij zei dat ze ook bijvoorbeeld vindt dat vrouwen heel erg op hun tijd vooruitlopen. En dat zij eigenlijk het onbegrijpelijk vindt dat we niet veel eerder gemotiveerd worden om onze eicellen te laten invriezen, opdat we veel later kunnen beslissen over het al dan nog niet krijgen van kinderen. Want ik vind sowieso dat vrouwen altijd op hun tijd vooruitlopen, maar ik vond dit ook een heel tastbaar voorbeeld. Dus dat vond ik interessant. En tegelijkertijd heb ik ook veel vrouwen gesproken die ergens ook blij zijn dat er grenzen aan de maakbaarheid zijn, opdat er ook een punt komt waarop eigenlijk de beslissing voor je genomen is. Mm-hmm. Ook omdat inderdaad we in een tijd leven waarin zoveel kan, dat je eindeloze dingen kunt uitstellen en steeds verder kunt gaan, et cetera. Waardoor het ook een beetje een never-ending story wordt. Dus in het kader van, ik zit ook veel na te denken over die autonomie, dat ik dus daarbij ook merkte, ah ja, we willen allemaal de autonomie over ons eigen leven. Dat is het hoogste goed. En tegelijkertijd merkte ik dus bij heel veel vrouwen die ik sprak in voor dat project, dat het ook heel fijn is dat autonomie soms deels uit handen genomen wordt. Zeg maar, dit gaat dan even over het wel willen en fertiliteitstrajecten. Mm-hmm. Dat mensen voor jou beslissingen maken. Maar wat ik erg belangrijk vond met mijn project is om mensen autonomie over hun eigen verhaal te geven. En dat ik daarvan dus voelde dat het voor mij het belangrijkste was dat de documentaire die ik daarvoor heb gemaakt, veel mensen heb geïnterviewd, dus over die twee uitersten. Maar dat er bijvoorbeeld ook een vrouw was die wel een relatie zat, had in verwachting was geraakt. Toch omdat ze te snel vond binnen die relatie, koos voor een abortus. Die daarna een brief heeft geschreven aan het ongeboren kind. En dat zij ook in die brief voorleest dat zij ze verontschuldigt zich naar het ongeboren kind, dat ze er nog niet klaar voor was.
Maar tegelijkertijd dat ze dus inderdaad meer tijd had om na te denken en te leven, et cetera. En dat zij ook in onze documentaire zegt, ik kan me dus verbinden met het wel willen hebben van een kind en met het niet hebben willen hebben van een kind. En zij was heel zenuwachtig over dat ze dat had aan ons had verteld op camera. Dus ik heb haar heel veel gesproken in die tijd. Ik dacht ook, ik moet eruit halen als zij zich terugtrekt. Helemaal logisch en goed. En toen uiteindelijk veel over gehad. Nee, ik wil het toch heel graag. En toen werd de avond, was de eerste avond dat we het live allemaal lieten zien en horen. En toen daarna zat zij breed grijnzend in de foyer. En toen zei ze, ik heb de autonomie over mijn eigen verhaal, heb ik nu. Ik wilde het zo doen, ik heb het verteld. We kunnen het er nu over hebben. Dat was eigenlijk voor mij het belangrijkste. Ja, dus daar moest ik aan denken met je autonomie. Ja, ja, mooi. Dankjewel. Ik ga denk ik eens even rondkijken of er iemand iets wil vragen of zeggen. Mag, hoeft niet. Lisbeth, wil jij iets toevoegen? Mag jij ja, rustig even over nadenken? Nee, nee, dat hoeft niet. Nee, dit hoeft niet, voor je niet verplicht. Iemand anders? Ja, oh, gelukkig. Ja, in je boek schrijf je op een gegeven moment dat je, ja, ik noem hem elke keer Maas, maar je zegt je man. Michael heet, geloof ik. Michael. Michael. Ja. Dat hij op een gegeven moment tegen jou zegt, ik kies voor jou en een kind. Of voor jou, maar niet zonder jou. Hoe kijk je daar tegenaan? Want ik denk dat het ook heel lastig kan zijn als je partner wellicht anders denkt. Ja. Ja, dat haal je natuurlijk iets minder aan, omdat het voor jou niet van toepassing is. Maar het is ook wel een van de grote redenen. Ja, kies je dan voor jezelf of hoe ga je daarmee om? Ik denk dat dat ook wel een groot vraagstuk is voor veel. Ja, ja, zo'n kinderwens, dat klinkt als een soort individuele keuze of een individueel beslissingsproces, maar dat is natuurlijk bijna nooit. Tenzij je misschien een alleenstaande bent en heel erg altijd al de droom hebt gehad om een alleenstaande ouder te worden. Maar die mensen zijn er niet zoveel, denk ik. Nee, je hebt altijd te maken, denk ik, met een relatie en een partner. Je hebt altijd een soort afhankelijkheid als het om een kinderwens gaat. Maar ik weet het antwoord op de vraag niet. Nee. Ja, als je zegt autonoom zijn. Ja. En autonoom zijn als vrouw. Ja. Nou, dan vind ik hem dus heel interessant. Want dan ga je dus echt kiezen voor je eigen leven. En geef je misschien wel een relatie op die al heel lang duurt. Ja. Zonder dat je weet hoe de rest van het leven gaat lopen. Ja, ik vind. Ja. Wat ik volgens mij, ik was 33 toen ik besefte dat ik iets met deze vraag moest. En dat ik niet nog een paar jaar dat ergens in een hoekje wilde parkeren en dat negeren. En ik besloot toen om dat om uit te zoeken wat ik zelf wilde, los van mijn relatie en mijn man. Omdat ik dacht, ik wil niet op een gegeven moment 45 zijn en hem iets kwalijk nemen. Als ik erachter kom dat ik zeker weten een kind wil, dan wil ik ook over de vraag nadenken of ik dat zou willen zonder hem. En toen ben ik naar Evelien gegaan, die hier vooraan zit. Dus misschien zou jij iets willen aanvullen over deze vraag, dacht ik. Als je dat wil. Wil je dat? Ja? Evelien is mijn kinderwenscoach. Ik ben Carina in het boek. Ik ben Carina. Waarom snap je niet? Je snapt niet wie ik ben. Wat Jantine zegt, ik vind dat je eerst voor jezelf moet weten wat je wil. En dan kun je omwille van de relatie besluiten niet je verlangen te vervullen. Maar je moet eerst weten wat je eigen verlangen is. En bij Jantine en Maas, die ook gewoon daar zit, Michael, die hebben samen een heel proces doorgemaakt. Zijn samen zwanger geweest, is samen misgelopen. Dus die hebben dat hele traject samen en toch ook autonoom gedaan. Maar ik denk als je in een relatie, ik werk heel veel met mensen waarbinnen de relatie, het kan zijn dat vrouwen een man treffen die al kinderen heeft en niet nog meer kinderen wil. En die in het begin van de relatie zegt, ik weet het niet, als wij zeker zijn van elkaar, misschien dan wel. En dan heb je 3 jaar, zit je in de relatie. En dan zegt hij, ja, nee, ik neig naar nee. Dus dan wil je hem niet onder druk zetten. Maar jij denkt, ja, het is wel tijd nu.
En dan wordt het belangrijk om het voor jezelf, om het voor jezelf te onderzoeken. En als je de regie hebt over de vraag, dus het gaat heel erg over autonomie, jij kunt besluiten je kinderwens voor hem op te geven, omwille van de relatie. Maar dan moet jij dat besluiten. Hij kan niet van jou vragen het voor hem op te geven. Dat is een heel, ik weet niet of ik het verschil nu uitleg. Ik zie hier twee vragen en dan kom ik daarna ook nog even die andere kant op. Ik ben halverwege je boek en ik vind het super fijn lezen ook. Dus ik dacht bij deze alvast een bevestiging daarvan. Dankjewel. En ik vind de manier waarop je gevoelsmatig iets van tijdsdruk erin hebt verwerkt ook heel erg fijn. Goed weergegeven. En ik vroeg me af, ervaar je ook zoiets van tijdsdruk en hoe beïnvloedt jou dat en dat hele proces? Ja, dat voelde ik enorm. Want het begin van dit boek begon op mijn 33ste verjaardag. En dat was echt het moment dat ik dacht, oh shit, ik heb een baarmoeder, maar ik heb geen plan voor die baarmoeder. En misschien moet ik eens even gaan nadenken over wat ik ermee wil. En ik kan me nog goed herinneren dat dat wel heel erg voelde, ook al zit ik dus in een relatie, dat voelde heel erg als mijn probleem. Als het aan mijn man had gelegen, hadden we hier over een jaar of 10 misschien eens een keertje over in gesprek gegaan. Ja, die tijd heb ik niet, want dan ben ik 45. Dus dat is wel ingewikkeld, denk ik. Dat is het grote verschil tussen mannen en vrouwen en hoe ze zich verhouden tot het thema vruchtbaarheid. Een man is in theorie prima in staat om op zijn 45ste nog iemand te bezwangeren. Maar die tijd had ik niet. Nee, dus dat heeft me absoluut heel erg beïnvloed, ja. Kijk, hier was ook een vraag, hè? Ja. Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in juist de sociale aspecten waar Lisbeth heel veel over vertelde. Dus wat zorgt ervoor dat dat we denken dat we een vrije keuze maken, maar dat het eigenlijk niet zo is. En je gaf heel veel voorbeelden van de media. Mesje van Keulen zei ook van, het trekt de parallel met de bio-industrie. Wat ook op een gegeven moment zie je gewoon niet meer wat ervoor zorgt dat je denkt wat je denkt. Ik was ook wel benieuwd. Ik heb een keer een podcast geluisterd. In Japan worden steeds minder kinderen geboren. En er is ook een hele beweging vanuit eigenlijk het kapitalisme en defensie ook, waardoor het voor overheden belangrijk is dat populaties blijven groeien of minimaal in stand blijven. Ik ben heel benieuwd of iemand daar iets over weet. En de andere vraag, of eigenlijk meer opmerking over dat eieren invriezen. Er is een hele interessante documentaire waar ook weer wordt getoond van dat er een hele marketingmachine in gang is aan het komen. Wat er ook weer voor gaat zorgen dat wij bepaalde keuzes gaan maken, omdat er gewoon heel veel geld mee verdiend kan worden. Dankjewel. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Ik wil wel iets over dat ijs invriezen. Dat is goed. Bedoel je misschien die tegenlicht-documentaire daarover? Want die heb ik ook gezien. Wat ik me herinner is dat ik vond het een beetje een gekke documentaire, omdat het eigenlijk over twee verschillende dingen ging. Het ging enerzijds over eicellen invriezen door vrouwen die, net als ik, dat doen voor zichzelf, omdat ze nog niet zeker weten of ze die eicellen op een later moment willen gebruiken. En anderzijds was er een verhaal, en dat ging vooral volgens mij over Amerika en Zuid-Europa, waarin vrouwen worden opgeroepen om hun eicellen te doneren en daar geld voor krijgen. Voor andere vrouwen die dus vanwege fertiliteitsproblemen niet met hun eigen eicellen zwanger kunnen worden. Klopt dat wat ik zeg? Bedoelde jij dat ermee of bedoel je iets anders? Oh. Oké. Ja. En wat bedoel je dan precies met een marketingmachine die daar achter zit? Ja, kost heel veel geld. Ja. Ja. Ja, misschien Floor, kan jij daar ook wel iets over zeggen? Want dat vind ik ook heel mooi in jouw voorstelling. Heb je op een gegeven moment iemand die vertelt hoe ze elke keer weer opnieuw voor zo'n fertiliteitstraject echt tienduizenden euro's betaalt? Ja, nou ja, inderdaad. Zij noemt het zelfs de Las Vegas van de kinderwens. Maar dat is inderdaad omdat zij vertelt dat dus
Hoe er dus geld wordt verdiend aan buisjes met zaad. Inderdaad, ze zijn bijvoorbeeld minder geld waard als je minder informatie weet over de donor. Als je dat dus aanvraagt via een spermabank. En ook de snelheid van de zwemmers, zeg maar, heeft ermee te maken. Dus een hele hoge snelheid, waarmee je een hogere kans hebt op zwangerschap. En hoe meer informatie over de donor, hoe meer geld, zeg maar, dus dat buisje dan bijvoorbeeld kost. En dat kan dus verschillen van tussen de, wat ik me herinner, €400-500 tot €1,200-1,400 voor exact hetzelfde buisje. Al naar gelang van de informatie of wat je erover opvraagt. Ja, precies. Ja, het is echt wel moedeloos. Laten we het eens over de zaaddonor hebben, ja. Ja. Oeh. En over dat andere, dat is ook een hele goede vraag. Dat er natuurlijk ontzettend veel mensen, overheden, anderen erbij heel erg bij gebaat zijn dat vrouwen kinderen baren. Ik denk dat dat een heel terecht punt is. Ik denk ook dat we daar misschien gewoon een aparte avond over moeten maken. Ik heb denk ik nog ruimte voor als er iemand is die een hele prangende vraag heeft. Ja, nou dan kom ik nog even naar jou. Het is wel echt deze hoek, hè? Ik heb niks op tegen. Hoi, ik ben eigenlijk benieuwd of het nodig is om het meer te hebben over het spijt hebben van het moederschap. Of die discussie meer nodig is en de openbaarheid daarvan om het te kunnen hebben over het niet kiezen voor moederschap. En het vrouw zijn loskoppelen van het moederschap. En ik kijk een beetje naar jou. Spijt van het moederschap. Ik heb in mijn boek zitten 8 vrouwen die ik daarover heb geïnterviewd. 1 man en 7 vrouwen. Die wilden allemaal zonder enige uitzondering anoniem blijven. Dat zijn ze tot op de dag van vandaag. Toen mijn boek uitkwam, wisten ze ook allemaal dat het uitkwam. Maar dat werd me echt op het hart gedrukt. Dus dat was een enorme pijn. Zit daar. Wat me opviel aan hun verhalen was dat ze niet per se spijt hadden van het kind. Maar ze hadden spijt van de omstandigheden waarbinnen het kind was geboren. Dus het was toch met de verkeerde man. Ze twijfelden al, ze kregen er een kind mee. En dan een jaar later, weet je, zo was de verkeerde man. Of het was een valse verwachting. Ze kwamen erachter dat ze het misschien eigenlijk niet eens per se... maar het lag zelden aan het kind. Er was maar 1 vrouw die zei, ja, mijn kind, ik heb het gewoon heel moeilijk mee. Ik vind hem niet zo leuk, ja. Maar die was volwassen kind, hoor, inmiddels. En het wordt vaak gebruikt. Spijt van het moederschap. Er is net weer een boek verschenen. Of het boek is in herdruk gegaan. Dat was het. Het wordt vaak gebruikt als een soort van stok om mee te slaan naar moeders toe. Of zo van, je kan er spijt van krijgen. Maar ik denk dat het veel genuanceerder ligt. We hadden het net aan tafel volgens mij ook al over. Maar het heeft altijd een kant van pijn. Het moederschap ook. Het niet-moederschap ook. We zijn allemaal vrouwen. Dus het gaat denk ik veel meer om proberen om het zo compleet en menselijk mogelijk als kant te laten zien. En ik denk dat het tegenvallen van het moederschap schurkt tegen spijt hebben van een kind aan. Misschien halen we dat ook wel gewoon door elkaar heen. Omdat we zo slecht gewend zijn om kwetsbaar hierin te zijn. Die moeders die kinderen hebben, die moeten dat allemaal in een soort van totale perfectie doen. Ik overdrijf het, ik weet het, maar daar wordt veel van verwacht. Daar wordt veel van verwacht. Niet moeders waar we het net over hadden, dat is een iets anders, maar het antwoord zit denk ik voor alle vrouwen in een soort van, vertel nou eens echt hoe het gaat. Want als ik net mensen hoorde vertellen over alleenstaand moederschap, ik hoor daar heel graag over. Het is voor mij een van de redenen geweest waarom ik uiteindelijk geen kinderen heb gekozen, voor zover, omdat ik dat niet aandurfde. Dat leek mij heel ingewikkeld, mij persoonlijk, hè. Dus dan denk ik, wat mooi dat ik dat nu hoor, omdat het gewoon ook kon en het is goed en het is mooi gegaan en je bent oma. Ik weet niet dat ik, wat wil ik je over zeggen? Het helpt ontzettend als iedereen gewoon vertelt hoe het zit. Dan krijg je echt de context. In plaats van het droomplaatje of zo. Of het stereotype van de gelukkige moeder, de ongelukkige kinderloze vrouw, de spijt. Altijd maar die spijt. Die spijt die wordt altijd bijgetrokken als het gaat om het niet hebben van kinderen. En dit boek wordt ook heel vaak aangehaald naar de groep niet-moeders. Zo van, je kan ook spijt hebben hoor van je kind, dus wees maar blij. Zoietsachtigs. Ja. Ik kijk ook heel even naar Milou, want die is er een documentaire over aan het maken. Dus loop ik ook nog even langs.
Hoi, ja, ik ben Milou Gevers. Ik ben inderdaad bezig met een documentaire voor de VPRO over spijtmoeders. Omdat ik tijdens mijn studie sociologie een boek heb gelezen van Orna Donat. Regretting Motherhood is een sociologisch onderzoek geweest. Dus ik heb de afgelopen tijd heel veel moeders gesproken over hun gevoelens rondom moederschap. Waarin zij vertellen ook regelmatig momenten van spijt hebben gehad. En ik heb geen moeders gevonden, ook niet, die hun kind haten. Maar wel heel veel moeders die vertellen dat zij door het moederschap voor het eerst bewust zijn geworden van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen die er nog steeds is. Dat ze eigenlijk voordat ze moeder werden het gevoel hadden dat ze precies gelijk waren aan hun partner. En dat het moederschap hun eigenlijk voor het eerst heeft geconfronteerd. Met dat hun baarmoeder op een bepaalde manier voor hun ook een vloek is geweest. En ik vind het heel belangrijk dat deze documentaire gemaakt wordt en dat er ook een heel genuanceerd verhaal over verteld wordt, natuurlijk. Voor iedereen die daar nog wat over wil zeggen of wil vragen, blijf ik straks natuurlijk ook nog even napraten. Beantwoord dat je vraag een beetje? Ja? Oké. Okay. Ik vraag me wel af, sorry, want je zei dat we misschien meer moesten hebben over spijtmoeders dan over het niet willen hebben van een kind. Of heb ik die vergelijking nou niet goed begrepen? Ah, ja. En dat zeg je eigenlijk ook, van door de moederrol word je anders, voel je anders als vrouw, ervaar je ongelijkheid meer, dan kan je natuurlijk ook aan willen ontkomen. Dan is de keuze tegen een kind, het heeft helemaal niks met het kind te maken, het is de moederrol, dat is nog steeds een vrouw. Ik ben nog niet klaar, maar... Nee. Maar Jantien, jij zegt dat ook heel mooi. Als op een gegeven moment die vraag komt of je niet liever de vader was geweest. Ja, dat was een vraag van Evelien. Ja. Die daar gisteren of vandaag een mooi stuk over in de Volkskrant had. In de Volkskrant, ja. Ja, Evelien vroeg op een gegeven moment aan mij, zou je niet vader willen zijn? Ja, dat was voor mij een hele betekenisvolle vraag. Want daarop zei ik meteen, ja, is goed. Ja. Volgens mij schrijf je ook dat je graag zeeman dan... Ja, zou, ja. Dat ook. Ja, maar dat is toch... Ja, maar dan dat is je onttrekken aan verantwoordelijkheid en verplichtingen en zo. Want dan laat je de zorg aan de moeder, vader die... Ja, in dat zeemanverhaal. Maar ik geloof ook dat er in 2023 nog zeker wel verschillen zijn. Nou, er zijn erg veel vaders, hoor, die nu heel veel doen. Geloof me. Als je bij de scholen staat, staan er heel veel jonge vaders. Ja. Je ziet ze lopen met baby's, met kinderwagens. Dat zag je vroeger nooit. Nee, dat geloof ik. Er is echt wel wat veranderd. Er kan nog meer veranderen, maar er is echt wel wat veranderd. Mag ik daar ook nog één ding over zeggen? Ja. Ik las jouw stuk en het ging meteen rond in mijn vriendinnengroep, zeg maar. En toen schreeuwden wij allemaal lyrisch tegen elkaar. Wij zijn de vaders, we gaan bier drinken. zeg maar zo, omdat we allemaal jong kinderen hebben, maar wel het meest werken van de twee partners dan. Maar toen daarna dacht ik doe mezelf ook tekort. Want als ik nu inderdaad ga zeggen, ik ben de vader van ons huishouden, of ik identificeer me daar dan nu even in dit geval mee. Toen dacht ik, heb godverdomme wel 2 keer 9 maanden een kind gedragen en gebaard, zeg maar ook nog. Dat heb ik die vaders nog niet zien doen. Dus daarvan voelde ik wel, zeg maar, dat ik dacht, het is ook jammer dat we dan denken, ah ja, dan misschien zeg maar meer die vader. Terwijl we het toch moeten hebben over de moeders, zeg maar, van nu in werkende vrouwen. En daarin. Dus ik vond het dus een supergoed stuk. En toen daarna was ik, dacht ik toch, maar nee, het is het. Nee, het is niet. Het is enigszins gechargeerd. Ja. Ja. En ik ben. Er zit ook een deel in vrouwen zelf, als ze moeder worden, dat je denkt: laat het los, maar je kan het niet loslaten. Dus dat je die intensiteit. Waardoor je bijvoorbeeld je creativiteit kwijtraakt. Dat hoef ik niet te doen van mijn vriend. Ik doe het zelfs ondanks mezelf soms. Dus dat ik ondanks mezelf ga zitten checken, is er wel een playdate? Heeft ze wel dit bij zich? Mm-hmm. Heeft iemand wel die schoolfoto's besteld? Hebben we wel een goed verjaardagstractatieplan? Mm-hmm. In plaats van de zakje chips over de schutting te kiepen, denk ik het al. Ja. Ja. Dat is misschien ook wel een punt. Als laatste misschien nog wel, de discussie over de vaders. Als je jouw boek leest, dan dat gaf ook wel ja,
Er zijn een hoop mannen die meer zouden kunnen doen. Maar ik dacht na het lezen van jouw boek toch ook wel. Er is wel een goede weg vooruit ingestart. Ja, vind ik ook. Het gaat erop vooruit. Het gaat erop maar vooruit. Maar het blijft natuurlijk wel wonderlijk dat je als vrouw het andere geslacht baart. Ja, absoluut. Ja. En ervan kan houden. Ja. Oké, ik ga afronden. Heel erg veel dank dat jullie er waren. Lisbeth, ook heel veel dank dat jij er was. Ik denk dat iedereen misschien nog wel even napraat. Dus mocht je niet gevraagd hebben wat je wil vragen, dan kan dat vast nog wel aan de bar. Graag tot een volgende keer en dank jullie wel.